Bonjour et bienvenue à Alkmaar, het AFAS-stadion dat het decor is van de wedstrijd tussen AZ en Association Sportive de Monaco Football Club. De vijfde oefenwedstrijd voor AZ tegen de topploeg uit Frankrijk. Op weg dus naar die belangrijke wedstrijd woensdag 26 augustus om 5:30. Dat er hier wordt afgetrapt tegen Victoria Pilsen in de tweede voorronde van de Champions League. Vorige week wist AZ de oefenwedstrijd tegen Lille, die andere Franse topploeg, te winnen met 2-1 door twee wonderschone doelpunten. Maar vandaag weer een topploeg van formaat hier in Alkmaar, Monaco. Even ter verduidelijking, een begroting van om en nabij de 220 miljoen. Dat is zelfs twee keer zoveel als AZ. Dus we kunnen aan de bak. En vandaag niet alleen de commentator, maar Frank a.k.a. Slotta is aangeschoven. Want het is een hele speciale wedstrijd natuurlijk, Frank. Dit is ik heb veel wedstrijden in mijn leven mee mogen maken. Maar een wedstrijd van deze importantie, de magnitude van de spelers die nu op het veld staan. Er staat een spits, gaat hier ook spelen, vriend. Dat is niet normaal. Dat is echt een wereldspits. En daarvoor ben ik toch ook wel een klein beetje speciaal hier naartoe gekomen, naar Alkmaar. Ja, kun je even uitleggen hoe dat zit? Want voor jou is dit natuurlijk een soort Champions League finale. Ja, voor mij veel beter dan dit kan ik het niet krijgen. Ik vind het sowieso al leuk om dit met jou te doen. Laat ik dat ook even voorop stellen. Met een echte commentator. Nee, ik speel een spelletje, eigenlijk heel simpel gezegd. En daar was in FIFA 20, Ben Yedder was ongekend goed. Tweebenig, ga je ook wel merken vandaag. En uiteindelijk heb ik hem dus heel erg veel gebruikt in mijn team. Speelt ongelooflijk goed. En daardoor heeft hij een bijnaam gekregen die de kijkers hebben opgepakt. Dat Ben Ketzer is. En Ben Ketzer heeft dat dus opgemerkt onder zijn eigen Instagram. Want hij werd helemaal volgespamd met de comments van Ben Ketzer, lieve mensen. Ja, dat was begin van dit jaar. Toen heeft hij dus zelf gewoon opgemerkt. En nu gebruikt hij het dus wel vaker op zijn eigen Instagram. Dus en gingen we elkaar volgen en hadden we contact op DM. En dit is de eerste keer dat ik hem live in actie ga zien. En dit is oprecht een droom die uitkomt voor mij. Ik ben een beetje emotioneel, maar ik vind het mooi. Ik vind het oprecht mooi. Als je moet huilen, dan zetten we gewoon je microfoontje uit. Dan regelen we het verder zelf. Het is echt, ik vind het echt fantastisch. Zonnige dag, heerlijke wedstrijd, Ben kijken. Dit is echt een droom die uitkomt. En ik heb het idee, ondanks dat je voor het eerst in het AFAS-stadion bent, dat je je meteen al thuis voelt, want je hebt al je shirt opgehangen. Ja! Moet je kijken, mensen. Ben Ketzer, 69. Dit is een beetje. Dan ben ik toch een beetje op mijn zolderkamertje op deze manier. Ja, het voelt volledig als thuis. En hij gaat waarschijnlijk ook spelen zoals hij bij mij thuis altijd speelde. Tweebenig. Het is een bezig baasje. Maar laten we ook niet de andere 21 mensen op het veld vergeten. Want er zijn genoeg goede spelers. En sowieso is het een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk voor AZ. Omdat volgende week Victoria Pilsen op het programma staat. Voor de kwalificatie voor ook de Europa League volgens mij. Maar als er nog een paar rondes verder komen, is het de Champions League waar het om draait. Ja. Dus laten we dat niet vergeten. En als jullie uiteindelijk nog de kijkers in de comments kunnen altijd even laten weten van, willen wij nog iets meer verhaal weten over Ben of AS Monaco? Laat het gewoon even weten in de comments, want dan kan ik in principe wel gewoon een klein verhaaltje vertellen van rond de drie kwartier over hoe goed Ben jij er is. Precies. Dus laat het gewoon even weten. In de rust wel, in de rust. Ook voor de mensen natuurlijk die wel gewoon een normale wedstrijd willen volgen, dan gaan we dat ook zeker doen. Maar het is een hele belangrijke wedstrijd. Ja, sowieso ook de eerste oefenwedstrijden zijn natuurlijk, er worden hele jong ploegen ook aangerukt. Dan wordt er in de rust 12 keer gewisseld. Vandaag zal het wat serieuzer zijn, is mijn veronderstelling. Omdat dus AZ over anderhalve week een hele belangrijke wedstrijd heeft. Monaco begint volgende week al met de competitie. Dus die willen er ook goed op staan. Ze zijn vorig jaar teleurstellend, zwaar teleurstellend, slechts negende geëindigd. Ja. Terwijl ze in 2017 nog kampioen werden met een voorronde met Mbappé en Falcao. Dus ja, die willen revanche dit seizoen. Spelen dus geen Europees, maar willen zich helemaal voorbereiden. Maar op zich is AS Monaco, ik heb het dan wel een beetje echt op de voet gevolgd door dan heel dat Ben-verhaal. Maar in het begin stonden ze echt 18e, 17e. Ze hebben zelfs echt heel lang laatste gestaan, nog heel lang 17e. En ik weet niet of het ontslag van Henry dit jaar nog of dit seizoen nog was, afgelopen seizoen. Maar na december, november, toen ging het echt lopen en toen ging vooral Ben Yedder ging ontzettend veel scoren. En toen hebben ze echt nog een bepaalde periode hebben ze volgens mij derde gestaan. Dat ze echt in 3 maanden bijna alles gewonnen hadden. Toen hebben ze nog Paris Saint-Germain op gelijke hoogte gehouden volgens mij. Dat heeft wel gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Maar ontzettend knap. Ze komen van heel erg ver en ze deden het heel erg slecht.
Maar dat ze uiteindelijk nog tegen de negende plek weten te klimmen, dat is toch ontzettend knap. Ja. En over van ver gesproken, ze zijn vanmorgen in het vliegtuig gekomen naar Alkmaar. Gisteren hebben ze nog gewoon getraind in Monaco onder het zonnetje aan de Middellandse Zee. Mooi man. Ja, het is de ene kleinste land ter wereld, hè? Dwergstaatje. Alleen Vaticaanstad is kleiner. Hmm. 2 vierkante kilometer, maar wel volgens mij de meeste miljardairs op een hokje. Ben je al eens geweest? Nee, maar ja, het lijkt me leuk om een keer heen te gaan. Moet je doen. Helaas komt er geen return. Jij bent er wel al een keer geweest. Ik ben 1 keer wel geweest. Beetje bootjes kijken. Oké. Okay. Ja, dat was wel was leuk. Vanaf de kant of vanaf een eigen boot ook? Ach. Een roeiboot. Ik denk dat inderdaad een roeiboootje, ja. Was het maar zo'n leuk verhaal. Nee, helaas. Wel een roeibootje. Maar het is echt een prachtige stad. Echt heel mooi. Laten we even de opstellingen bijpakken van AZ. Ten opzichte van vorige week 1 wijziging. En die ziet u meteen in beeld. Bizot. Hij staat weer tussen de palen. Vorige week was hij ziekig, waardoor Hobie Verhulst de hele wedstrijd speelde. Voor de rest, Koopmeiners en Leeuwin centraal achterin. Zij moeten Ben Yedder van het scoren zien te houden. Het middenveld is bekend en ook voorin. Boadu vorige week zijn eerste helft gespeeld. 3 kwartier na 5 maanden. En Gudmundsson lijkt de beoogde vervanger van Stengs te gaan worden. Hij hoopt een deze dagen weer de groepstraining te gaan hervatten. En hopelijk komt hij dan nog op tijd voor Victoria Pieltsen. Maar goed, als je een kleine week hebt om je op te trainen in de groepstraining, dan ben ik bang dat we het met Gudmundsson in ieder geval moeten gaan doen. Vandaar dat hij vandaag het vertrouwen krijgt. Verder, als we kijken naar de opstelling van Monaco, onder andere natuurlijk de nummer 9, Wissam Ben Yedder. Vorig jaar het gedeeld topscorer van Frankrijk met 18 doelpunten, evenveel als oud Monegasque Mbappé. Dus we kunnen ons borst nat maken terwijl de spelers inmiddels het veld opkomen. Het nieuwe uitshirt van AS Monaco wordt vandaag voor het eerst geshowt aan het publiek. Die memo heb ik even gemist. Aanvoerder, hè? Ben ook. Ja. Zeker. En met nummer 11, hij is terug van langdurig blessureleed. Dat is de Portugees Gelson Martins. Dat is rap. En daar dus assistent grensrechter. Hij mag in het zonnetje gaan staan. Hij heeft getost van tevoren, want de andere grensrechter die mag de hele wedstrijd in de schaduw. Kijken of de netten nog goed hangen voor deze 5e oefenpot van AZ. Vorige week werd er dus 2 keer gescoord, eindelijk. Maar dat werd wel uit standaard situaties. Een vrije trap en een afgeslagen corner die natuurlijk wonderschoon werden binnengeschoten. Maar Arne Slot hoopt nu op een speldoelpunt en de 0 achterin. Dat zal al moeilijk genoeg zijn daar jouw held, hè? Wat doet dit met je als je hem zo in beeld ziet en zo op het veld tussen de stijgers door? Ja, emotioneel moment toch wel. Kijk, loopt hij. Kijk, maar het is ook gewoon zijn manier van bewegen dat het zo fluweel is. Het is alsof je een kunstenaar een kunstwerk ziet maken. Het is, moet je nagaan als hij dadelijk de bal aangespeeld krijgt. Ja, het doet mij heel veel. Het doet mij heel veel. Het zou wat zijn als hij in de 2e minuut een schop krijgt van Teun Koopmeijer en dat hij dan gewoon geblesseerd is. Ja, dan word ik toch wel echt... Dan ga jij naar beneden om hem op te vangen. Dan zeg ik, kom maar Ben. Ja, nee, dan til ik hem wel van het veld af. Nee, ja, ik kijk er oprecht naar uit. Ik, buiten het feit dat ik even mijn obsessie een beetje voor de nummer 9 van AS Monaco, denk ik daarnaast dat het ook gewoon een ontzettend leuke wedstrijd is. Deze twee teams zijn echt wel een verhouding. Nummer 9 Frankrijk, nummer 2... Toch wel heel discutabel, maar ook wel een van de beste clubs van Nederland afgelopen seizoen, AZ. Ja, weet je, ik denk dat ze niet zo ver van elkaar liggen, eerlijk gezegd. En jij bent natuurlijk voormalige e-sporter van Sparta. Klopt. Ook rood-wit. Ook rood-wit, absoluut. Ook tevens het thuisje natuurlijk van Monaco, wat rood-wit is. Ja. De originele kleuren. Ja, nou ja, het is wat. En het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Het is een prachtige dag, heerlijke temperatuur, niet zo benauwd. We zijn begonnen. Nou. Eerste balcontact van Ben. Ja, wie had dat gedacht? Wat vond je van zijn eerste balcontact? Ja, mooi. Goeie paas. Heel goede paas. Ja, dan kijk ik zich aan ergeren. Dat weet ik nu al. Als ik alleen maar 90 minuten lang op mijn ben ga zitten. Dus ik ga het alleen doen als hij aan de bal is. Oké. Okay. Dan zou dat hij niet te veel aan de bal komt. Niet te veel aan de bal komen. Ik hoop dat het AZ-dominant is. Nee, maar ik vind het oprecht echt prachtig dit. We gaan zien wat het teweeg brengt. Terwijl ik ook wel even een vraag. Want ik dit is natuurlijk ook gewoon voor mij. Ben ik natuurlijk altijd Eredivisie liefhebber geweest. Ik kijk ontzettend veel voetbal, terwijl AS Monaco aan het opbouwen is. Maar sommige, ik heb natuurlijk ook gewoon vragen over AZ. En zoals mensen die nu aan het kijken zijn, denken misschien ook van, oké, sommige dingen van AZ weet ik nog niet helemaal. Ja. Maar Peer Koopmeijners, die zit bij de reserves. Ja. Is dat de broer van? Het broertje, ja. Dat meen je niet. Wat leuk. Ja, het 18-jarige broertje van Teun. Fantastisch, zelfde positie ook.
Normaliter op het middenveld, maar hij heeft de laatste keer samen met Teun centraal achterin gespeeld tegen FC Utrecht. Hoe fantastisch is dat? Ja. Met je broer samen. Leuk. Ja. Wilde ik even weten. En hoe zit het met Ron Vlaar? Ja, die is nog licht geblesseerd. Ik hoop dat hij ook op tijd fit zal zijn voor de wedstrijd tegen Victoria Pilsen. Maar ja. Is normaliter... Nee, geen aanvoerder. Dat is Koopmeiners natuurlijk. Ja, okay. Ja, hij is wel aanvoerder geweest in het verleden. Ja, maar Koopmeiners... Ja, die speelt gewoon elke wedstrijd en die is een echte leider op het veld. Waar wij af en toe tussen de stijgers door moeten kijken en zien dan dat AZ balbezit heeft. Ja. Met Koopmeiners. Ben Jedder die goed opjaagt. Ja, zeker. Forceert de lange bal. Wordt binnengehouden door Benoit Badiachil. Ik vraag me af, hè. Als ik juich... Oeh, dat is echt een overtreding. Oef. Als ik juich als Ben Jedder scoort, is dat... wordt dat geaccepteerd? Ja, door mij wel. Oké, nice. Ja, dat is gewoon even goed om te weten. Ik wil toch even weten waar de grens ligt. Want kijk, weet je, voor de rest, overige 10 spelers van AS Monaco doen me toch wel echt iets minder. Maar als Ben scoort, mag ik dus wel juichen. Nou, ja. Dat is goed om te weten. Ja, dan mag je even opstaan en vreugdedansje doen. Dat is mooi. Dat is mooi. Maar goed, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Dat Ben gescoord? Nee. We gaan het zien. Terwijl AS Monaco onder druk probeert te zetten. Is het de rechtsback die je in mag gooien? Of is het Goebbelsson? Nee, is het Goebbelsson. Nee, Svensson. Oh, Svensson. Sorry. Ja. Is moeilijk uit elkaar te houden. Waar staat Goebbelsson op het veld überhaupt? Die komt nu de bal halen, ja. Ah, ja. Die is ook jong, zeg. Ja. Ja, het is allemaal vrij jong. Ja, wij zitten dus een beetje tussen de stijgers, mensen. Dus af en toe kunnen wij het misschien niet zo heel erg perfect zien. We hebben nog steeds wel goed zicht, hoor. Daar niet van, maar... Moeten we even op scherp gesteld worden af en toe. Hier weer rustig opbouwen van AS Monaco. Goede opening. Het is toch wel een intense wedstrijd. Ik moet zeggen dat ik de Henry Onyekuru, de linksbuiten van AS Monaco... Ja, die is wel goed te herkennen. Ja, die herken ik sowieso wel. Maar ik heb hem nog niet eerder gezien eigenlijk. Ik weet niet of het... Nigeriaanse international. Ja. Vorig seizoen is hij verhuurd aan Galatasaray. Oh, vandaar. Dat verklaart een hoop. Dus die mag zich dit seizoen in de basis spelen van Monaco. Ja, zeker met een club met zo'n begroting. En je had het al over 225 miljoen ballen. Dat is ontzettend veel geld. En als je dan negende eindigt, dat kan echt niet eigenlijk. Ja, dat is bijna 9 keer zoveel als AZ. Dus, ja, en als je ook ziet wat voor aankopen, dan kopen ze elk jaar weer een speler van 30 of 40 miljoen. Ja. En andere spelers van 11, 12 miljoen. Dus ja, weet je, de AZ is natuurlijk wel wat anders met geld omgaand. Monaco heeft een hele rijke Russische eigenaar. Ja. Die is rijk geworden in de kunstmest. Ik wist niet dat je daar rijk van kon worden. Maar hij heeft naar verluid iets van 6 miljard vermogen. Ah. En Monaco is een van zijn speeltjes. Die spelen nu in het zonnige Alkmaar. Nu deze aanval afwachten. Ben Jedder die kiest alvast positie, maar wordt niet bereikt. Ja. Goed eruit gehouden. De actie van Martins. Wijndal voorkomt dat de bal voor het doel komt. Inworp voor Golovin. De hoekschop. Koppertjes worden gemaakt. Ja, dat is het voordeel van Ben. Hè. Die is in principe 1,30 meter. Dus die kan je in principe wel goed dekken als het komt op het kop terecht. Ja, die kun je door Klaasje laten dekken natuurlijk. Ja, Klaasje is ook niet zo groot inderdaad. Dat is geen goede bal. AS Monaco kan oppikken. Die Sassi, hij debuteert de man met nummer 29, centrale verdediger. Die is vorige week voor om en nabij de 13 miljoen overgekomen van competitiegenoot Stade Reims. Hij debuteert dus in Lecomte. Gaat zijn tweede seizoen eens als eerste doelman bij Monaco. Vorig seizoen dus erg teleurstellend met een negende positie. Dit jaar moet het weer gaan spelen om Europees voetbal. Moet het bij de eerste 5 in Frankrijk gaan eindigen. Volgende week start het tegen de ploeg die vorig jaar 5 is geworden. Stade Reims. Betekent dat het wel trouwens intensief is, hè, voor de Frans voetbal? Want we weten dat natuurlijk dat PSG er nog in zit. Die moet de halve finale spelen van de Champions League. Wie moet ze ook weer spelen? Dat is heel goed. Red Bull Leipzig. Oh ja. Razendballsport. Maar in ieder geval tegen Leipzig. Maar die wedstrijd is ook gewoon volgende week, toch?
Ja, die is ergens komende dagen inderdaad. Ja, die worden natuurlijk best wel in Lissabon afgewerkt. Moet je nagaan dat ze dadelijk de finale van de Champions League halen, dat PSG. Zo. Dat is een hele, hele scherpe overtreding. Klaasie. Geen overtreding. Maar hij komt ermee weg. Hij komt er de inderdaad mee weg. Kleine man uit Haarlem met de aanslag op Golovin. Maar die vindt het toch een aardige... Oh, die staat er uiteindelijk wel over uit. Dat had toch wel een beetje pijn. Ben in discussie met de scheidsrechter. De scheidsrechter kan het ook niet geloven dat er opeens zo'n iconische man voor hem staat, volgens mij. Oh. Oh, dat is zonde. Het idee was goed. Het idee was zeer goed. Van de Idrissi. Maar zoals die eerste minuten nog wachten op de eerste kans. Vorige thuiswedstrijd tegen Lille was het binnen 10 seconden gevaarlijk richting het doel van AZ. En binnen 20 seconden gevaarlijk voor het andere doel. Dus dat was een iets wat ander begin. Nu is wat aftasten. Dat is dus de fase dat de oefenwedstrijden wat serieuzer worden. We hoeven niet bang te zijn dat we in de rust 11 nieuwe namen uit ons hoofd hoeven te leren kennen. Dat is het voordeel. Want dat is natuurlijk de eerste weken. Dan krijgt iedereen speeltijd. Echt waar, iedereen. Ja. Nog net geen F-pupillen, maar... Het is leuk voor de commentatoren die dat allemaal bij moeten houden. Ja, precies. Oh, en ook als je een beetje voorbereid. Oh. Ja. Hij heeft wel weer de bal geraakt. Ja, 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 dat was weer een mooi moment. Toch een stukje kunst. Maar en jij turft zijn balcontacten, zie ik? Ik turf zijn balcontacten. Ik schrijf ze allemaal op. We zitten nu op 7. Maar nog niet hebben benoemd dat Niko Kovac, de oud-trainer van Bayern, gewoon trainer is van AS Monaco. Ik zag hem staan en ik dacht, die herken ik ergens van. Ja. Maar ik wist dat dus helemaal niet. Ja, natuurlijk als je een salaris hebt als AS Monaco heeft, ja, dan kan je natuurlijk zulke trainers gewoon... En zijn broer Robert Kovac, die allebei hebben ze bij Bayern München gespeeld en ook gecoacht. Want Robert Kovac is zijn vaste assistent. Ja. Die zijn vorige maand aangesteld als vervanger van Robert Moreno. Die na een oefenzege tegen satellietclub Cercle Brugge de laan uit werd gestuurd in de voorbereiding. Dus vandaar dat Niko Kovac... De nieuwe trainer is die langs de lijn wild meeloopt met zijn team om aan te sturen. Gebroeders Kovac voor de wedstrijd overigens uitgebreid in overleg met Marino Pusic, de assistenttrainer van AZ. Die kunnen in elkaars taal praten, allebei Kroatisch. Het ging er ontspannen aan toe voor de wedstrijd. Ja. Toch een bladen pot is dus, voor beide mensen. Dat is, of beide mensen, beide teams. Ik had het over de Kroaten onderling, maar het is natuurlijk wel een aardig potje. Hè? Ik bedoel... Ja. Zeker de druk de AS Monaco. Ik bedoel, dat kan je één seizoen... De trainer is er gewoon uitgevlogen natuurlijk van AS Monaco. En ja, dat kan je één seizoen maken om 9 te eindigen. Maar, ja, maar die zat pas sinds januari. Toen Jardim eruit werd gegooid. Oh, dus dat was het. Dus, het is niet te volgen. Ja, zoveel zoveel trainers heeft Monaco versleten de afgelopen. Maar dat maakt het wel weer bizar. Want sinds de aanstelling van die Jardim... Jardim? Jardim? Jardim, ja, maakt niet uit. Ging het wel lopen bij Monaco. Pakten ze echt ontzettend veel punten. Ja. Want om uiteindelijk dan van de degradatiezone naar de 9e plek te gaan. Ik snap dat het alsnog niet... Kijk eens! Oh, zo! Dat doet hij heel erg netjes. Voetbal wordt goed opgelost door Mietje. Echt heel knap opgelost. Dani de Wit die wordt aangepakt door Fofana. De jonge middenvelder, 21 jaar, uit Parijs. Fofana, ook een fantastische naam. Ja, er zitten wat mooie namen tussen bij Monaco. Hoe zit het met Dani de Wit? Jongens, nogmaals, mensen die op dit moment kijken, ik ben gewoon niet zo goed op de hoogte van alles en hoe het allemaal zit. En daarom stel ik ook gewoon vragen, sommige van jullie hebben dat misschien ook. Maar in ieder geval, Dani de Wit, die is verhuurd van Ajax. Nee, die is gekocht. Ja. Nice, oké. Okay. Vorige zomer zie je overgekomen. Mooi. Ik vind het echt een beetje zo'n typetje de Siem de Jong Davy Klaassen-achtig, Dani de Wit. Ja, maakt veel meters, duikt regelmatig voor het doel op. Ook de eerste oefenwedstrijd hier in Alkmaar tegen Genk was hij 2-3 keer gevaarlijk. Okay. Hij scoorde ook wel, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie. Maakt niet uit, was nog een doelpunt. Maar het is een echte loper. Ja, heb je nodig hoor, zo'n team. Je zag het bij Bayern ook gisteren. Voor de mensen die het hadden gezien, Thomas Müller speelde aardig goed tegen Barcelona. Op de nummer 10 positie ook. Oh, nou, als je die nog haalt, dan ben je dus iets te hard. Nee, die zou Usain Bolt ook niet halen, denk ik. Ja, dat denk ik ook niet. Zeker nu niet. Is niet zo fit hoor, op het moment. Ik vind het toch altijd even wennen, de manier van opbouwen tegenwoordig. Dat je gewoon in de 16 kan staan. Kijk hoe diep de AS Monaco dan staat. Ja, die staan echt met 5, 6 man vlakbij het strafschopgebied.
Kijk, heel snel krijg je dan natuurlijk de duels. Ja, dan moet de bal lang komen. Ja. Dat is voor AZ ook goed om te oefenen, want Victoria Pilsen is ook een ploeg die hoog druk zet. Veel pressing op de bal. Dus dat zullen ze volgende week ook ondervinden hier in Alkmaar. De wedstrijd die overigens om 5:30 is, omdat AZ hier geen lichtmast heeft. Wordt voor de eredivisie wel geregeld, maar nu nog niet. Bizot die de bal hoog de tribunes op slingert. Fijn dat hij in ieder geval weer terug is. Vorige week was hij dus eventjes een dagje ziek. Marco Bizot, de man van de clean sheets vorig jaar. Belangrijke steunpilaar voor AZ achterin. Ja. Maar het wachten is na 11,5 minuut nog altijd op de eerste echte grote mogelijkheid voor een van beide doelen. Benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Goede bal hier zo. Oh, dat was een misverstand. Toch onze linksbuiten. Een Yakuru. Een Yakuru inderdaad. Ik wilde diep gaan. Maar daar aan de slot. Ja, tweede seizoen. Eerste seizoen ging natuurlijk fenomenaal. Waar in augustus natuurlijk het dak hierin stortte. Had ik zelf het idee van hoe gaat AZ dit seizoen volbreien. Maar het ging wonderwel bijzonder goed in Den Haag. Het won alle toppers. Twee keer van Ajax en uit bij zowel Feyenoord als PSV met klinkende cijfers. Maar ja, nu aan hem en zijn ploeg om dit seizoen die verwachtingen, die torenhoge verwachtingen die AZ door afgelopen jaren heeft neergelegd om dat te gaan evenaren. Dat zal een aardige taak worden. Ja. En dan is het heerlijk om tegen een grootmacht als AS Monaco te oefenen. Komt de doelman. Mocht je Instagram hebben, dan is het interessant om hem op te zoeken. Benjamin Lecomte, niet zozeer voor hemzelf, maar hij heeft ook een bijzonder mooie vriendin. Is dat zo? Jazeker. Nou, dat moeten we dan even dan benoemen dan. Dat kun je beter even bekijken. Jij gaat ondertussen even kijken. Ja, dan, weet je, ik ben niet snel afgeleid, maar toch wel, maar ook weer niet. Dus, kan jij even oordelen of ik gelijk heb? Ondertussen probeert AZ op te bouwen, mooi tussen twee spelers door, Dani de Wit. Boadou voelt aan zijn gezicht. Overtreding van Benoit Badiachil. En arbiter Kevin Putz die aangeeft aan de Monegasque dat dit niet de bedoeling is. Kevin Putz, overigens mocht je denken, hé, die naam die ken ik helemaal niet. Hij heeft inderdaad nog geen eredivisie ervaring, alleen belofte teams gefloten. En derde divisie. Dat is wel een groot talent, die jonge scheidsrechter Kevin Putz. En hij dus aangesteld om deze wedstrijd in goede banen te leiden. En wat is jouw... Ik heb hem gevonden. Voor de kijkers onder ons. Het is Rose Leo Ben. Is haar Instagram. Rose, Engels. Leo Ben. En ik kan jullie toch wel echt bevestigen dat het een... Ja hoor. En als je dan een comment achterlaat van Ben Ketzer, lieve mensen. Ja, dan, dat is prima. Wacht het bovenste en dan tag Ben er ook bij. Zoals van dat hij verantwoordelijk voor is. Nee, ongekend mooie vrouw. Leuk. Doet hij toch weer goed, hè? Ondertussen is er weinig gebeurd op het veld. Dus, ja, dat is goed. Dus af en toe moet je even kijken hoe de vriendin... Monaco, ja, met twee nieuwe centrale verdedigers ten opzichte van vorig seizoen. Want hun vaste captain is vertrokken, Kamil Glik, de Pools international. Hij vertrekt naar Benevento Calcio, ploeg naar uit Italië. In de eerste is dat Serie A? Calcio. Ja, die zijn gepromoveerd uit de Serie B. Dus de ploeg van Filippo Pippo Inzaghi, die ken je misschien nog wel. Hij is daar de trainer, is dus gepromoveerd naar de Serie A. En heeft de 73-voudig Pools international op zijn 32e naar Italië weten te verleiden. Waar hij dus in Monaco 4 jaar... bepalend was centraal achterin. Nu de ruimte aan de rechterkant daar wordt ingedoken. Die is iets te hard hoor. Door Ruben Aguilar, de rechtsback. Klinkt misschien Spaans, maar het is toch echt een Fransman uit Grenoble. Grenoble. Aguilar, die de bal weer krijgt uit de inworp. Kan Monaco hier gevaarlijk uit worden. Kijk eens, daar is Ben. Kaats van Ben Yedder is niet helemaal op maat. Komt uiteindelijk toch nog uit bij Golovin. Maar geen gevaar. En hier Gelson Martins, hij na 6 maanden blessureleed weer terug op het veld. Verschrikkelijk, 6 maanden aan de kant, ja. Arme ziel. Echt verschrikkelijk om 6 maanden aan de kant te zitten als profvoetballer, echt verschrikkelijk. Wat zou het voor jou zijn om 6 maanden geen YouTube te mogen doen? Zo, nou een bevrijding, dat kan ik je wel vertellen.
Oh, ik denk niet dat het goed komt. Zeker niet goed voor mijn gezondheid, denk ik, als ik 6 maanden geen YouTube doe. Maar ja, daar hoef ik niet over te hebben. Maar Gelson Martins, ongelooflijk snelle Portugees. Heel balkundig, balvaardig. Goede dribbel, hier goed druk gezet. Je merkt wel dat het druk zetten van AS Monaco zit er wel lekker in, hè? Ja. Hoge pressie. Kort op. Je zit aan de hand van Kovac. Ja. Ja, die is dat gewend natuurlijk bij Bayern München. Zo, dat hebben we wel gezien, ja. Het zit sowieso wel een beetje in het DNA van die club. Maar was daar in november natuurlijk ontslagen. Werd op de straat gezet. En nu dus afgelopen maand gestart bij Monaco. Met Jedder die opjaagt, maar Bizot ziet het allemaal aankomen. Klaasie. Wint een kopduel. Alhoewel, het was niet echt een duel natuurlijk. Er was niemand in de buurt. Boadu even terug. AZ komt er vrij eenvoudig onder de druk vandaan. Dat is goed om te zien. Oh, kijk, opening van Klaasie. Daar gaat Svensson. Gelijk voor, ja. Oeh. Hij luistert goed naar je, maar wordt wel eenvoudig weggewerkt. Ja, hij raakt hem niet vol. Helaas. Mitchell laat inworpen aan zijn landgenoot Svensson. Landgenoten tevens vriend. Ze kennen elkaar al van uit de jeugd bij Rosenborg, waar ze ook vandaan komen naar AZ. Maar ook uit de jeugdteams uit Noorwegen. Dus niet alleen binnen, maar ook buiten de lijnen. Goed bevriend. Onyekuru, Nigeriaans international. Oh, Martins, ja, die komt daar mooi achter Wijndal vandaan. Martins met een bekeken balletje. Terug op die Nigeriaanse international. Onyekuru. De centrale verdediger van AZ, die Ramon Leeuwin. Ja. Die heeft voor mijn gevoel echt heel veel Eredivisie clubs gehad. Ja, dat klopt wel. Ja, die vooral bekend misschien uit zijn tijd bij FC Utrecht. Ja. Scoorde toen ook in de bekerfinale in de Kuip tegen Feyenoord. De gelijkmaker, maar later werd er uiteindelijk toch nog met 2-1 verloren. Maar hij heeft ook bij Cambuur onder andere gespeeld. ADO Den Haag. ADO Den Haag. Ja, die, voor je gevoel heb je al 600 wedstrijden gespeeld. Bizar. En dan gewoon nog even bij... maar toch, die centrale verdedigers. Ja, het is niet echt à la Piqué, dat ze echt age like fine wine. Maar het is toch wel een centrale verdediger die op leeftijd is en die dan toch... 32 inmiddels. 32, dat is toch een... want hoe lang staat hij nu onder contract bij AZ? Weet je dat? Hij is in januari gekomen vanuit Denemarken en hij staat tot volgend jaar zomer. Oké. Okay. Ja, dat is toch wel een opmerkelijk transfer. Zeker omdat hij het dan zo goed doet. Dat je op 32e niet echt in de top van Nederland hebt kunnen spelen. En dan uiteindelijk op de valreep, bam, 32 en dan kom je nog bij AZ. En dan in zo'n goed jaar ook. Dat is best wel... Komt ook door noodgreep, omdat Ron Vlaar regelmatig geblesseerd was. Stijn Wuyters had zijn pijntjes. Hatzidiakos ligt er natuurlijk al meer dan een half jaar uit. Die ligt er wel 8 of 9 maanden uit. Die komt hopelijk in september of oktober weer terug. Hatzidiakos, die is alweer op het veld gesignaleerd. Dus achterin, centraal achterin bij AZ zijn wat problemen. Dus vandaar dat hij in januari is overgekomen. Mm-hmm. Het heeft gewoon ervaring. En dat AZ wel nodig achterin. En hoe zit het met Stijn Wuytens? Die is vertrokken naar SK Lommel. De satellietclub van Manchester City. Die is gekocht door de eigenaren van City. Van de City Group. En hij kon daar een contract voor 5 jaar tekenen. Terwijl hij ook al 30 is. Ach ja, dan en hij kan daar ook zijn trainerscarrière daarna op poot zetten. Dus Stijn Wuytens had zoiets van, dat klinkt interessant. Hij woont ook vlak naast Lommel. Daar is hij geboren, getogen. Daar heeft hij ook een huis. Dus ook voor zijn kids en zijn vrouw was het ideaal stap. Een ideaal moment om weer terug te gaan naar België. Ja. Het is wel op het tweede niveau, SK Lommel. Maar ze hebben dusdanig grote ambities. Dat het zomaar zou kunnen zijn dat ze aankomende zomer of aankomend seizoen weer naar de hoogste Belgische niveau gaan promoveren met Stijn Wuytens. Hij gaat er natuurlijk niet zitten voor een prikkie. Kijk, dat is Ben aan de linkerkant. Ja, dat is zonde, want die heb jij nodig. Oh, ja, dat is een goal. Ja, dat is een goede goal van van de Rus, hè? Ja, Alexander Colvin. Ja, dat is een hele knappe goal. En het meest opvallende van dit is dat Ben er niet bij betrokken is. Maar het is niet een wedstrijd geweest tot alsnog of vooralsnog met veel kansen. Maar de kans die... toch wel. En AS Monaco heeft dus 1 kans en die schiet gelijk raak. Wat betekent dat ook in deze wedstrijd in de voorbereiding de 0 niet wordt gehouden door AZ. Wat jammer is. En dat was vooraf, zei Arne Slot, toch wel belangrijk. 3 keer 1-0 verloren natuurlijk. Vorige week wel gewonnen, maar wel
2-1. Kwam eerst 1-0 achter voordat het twee keer op wonderschone wijze wist te scoren. Maar nu dus weer niet de 0 voor Arne Slot. En daar zal hij toch van balen. Deze was moeilijk houdbaar. Goede loopactie van de Russische middenvelder. Die de bal bij de tweede paal achter Bizot krijgt. Het voordeel van een relatief vroege goal is dat je genoeg tijd hebt om er iets aan te doen. Ja. Ja, dit zijn belangrijke leermomenten. Leeuwin. Ja, het was toch niet per se dat er een fout was van AZ of zo. Het was gewoon een mooie combinatie die uiteindelijk werd doorgestoken. Ik denk, goede loopactie van Golf. Ja, ja. Niet voor niets dat hij 2 jaar geleden voor 30 miljoen overkwam van CSKA Moskou. Ja, daar kun je wel iets. Ja. Alhoewel Monaco ook steeds meer inzet op jonge spelers. Zo heeft het afgelopen zomer Moussaba overgenomen van NEC. 19-jarige vleugelspeler voor 2,5 miljoen. Die scoorde de vorige oefenwedstrijd van Monaco zijn eerste goal tegen Eintracht Frankfurt. Maakte hij vlak voor tijd de 1-1. Hij zit overigens vandaag niet bij de selectie. En ander transfernieuws van Monaco was natuurlijk dat Antonucci, die eigendom was van Monaco, maar verhuurd aan Volendam, is verkocht aan Feyenoord. Franco Antonucci. Ja, Monaco komt er goed onderuit hier. Ja, het is echt, wil de bal hebben daar in de diepte. Is hij te belopen voor de snelle Nigeriaan? Ja. Zeker. Voor het doel ben Jedder bij de eerste paal. Ballo Touré met nummer 2. Goeie actie. Goeie bal. Tchouaméni met nummer 8. Maar het is wel elk jaar dat het bij Monaco dan raak is. Hè? Want elk jaar kopen ze wel een speler van echt ontzettend veel geld. Ben is volgens mij voor 40 miljoen. Ja, 40 miljoen. Ja. Toen van Sevilla vorig jaar zomer. Sevilla, ja. Waar hij echt een ongekend goed seizoen had ook. Hè? Ja. Dat in de Europa League volgens mij nog won, halve finale. Ja. Iets in de buurt. Doen het altijd wel goed in de Europa League voor mijn gevoel, Sevilla. Ja, zo'n beetje alle spelers die nu op het veld staan van Monaco, die hebben bizar veel gekost. Zelfs de keeper Leconte, die hebben ze voor 13,5 miljoen gehaald vorige zomer. Ja, weet je. Oh, fantastisch. En heb je het dus een koopclub, echt een mega koopclub tegenover een opleidingsclub als AZ. Ja. Ja, dan weet je dat lastig wordt. Ja. Ondanks dat je vooraf misschien denkt, oh, vorig jaar nummer 9 van Frankrijk. AZ natuurlijk eigenlijk gedeeld kampioen. Ja. Maar ja. Nou ja, het is ook een wedstrijd op zich natuurlijk. Het is een beetje warm draaien voor beide ploegen. Ik denk dat Kelvin Stenks ook een hele goede speler is die je zeker wel in je basis wilt zien. Ja. Want als hij fit is, dan is dat eigenlijk wel een zekerheidje, toch? Dat hij in de basis... Ja, Stenks, jazeker. Ten koste van Gudmundsson zal dat dan gaan aan de rechterkant. Maar Stenks die zal dus één deze dagen de groepstraining hervatten. Ja. Maar ja, met over 10 dagen of over 11 dagen de belangrijkste wedstrijd misschien wel van het seizoen. Oh. Wordt dat wel heel kort dag om Stenks ook wedstrijd fit weer te krijgen. We gaan. Zonde. Combinatie Boadu en Gudmundsson loopt spaak. Zo in de voeten van Disasi. Die debuteerend centrale verdediger hier weer in bal met nummer 29. Congolese international. Hij dus ook voor 13 miljoen gehaald. Het wordt wel echt. Wat een bedrag allemaal. En dan mist Monaco nog Jovetic, de Montenegrijnse international. Die gewoon is 1 op 2 loopt in de nationale ploeg. Die is echt heel goed, hè? Ja. Die Jovetic. Die scoort echt ontzettend veel. Het is dat hij altijd aan de lopende band geblesseerd is. Want dan heb je weer wat met zijn kuit, dan met zijn hamstring, dan zijn knie. En nu is hij dus ook weer geblesseerd. Ja, en Fabregas natuurlijk, hè? Fabregas. Dat is een ongekend... Die natuurlijk nog de finale speelde tegen Nederland. Ja. Ach. Die missen ze ook. De finale tegen Nederland. Oh man. We weten de wedstrijd nog. Het staat nog op een netvlies gebrand. Ja, Fabregas die dus ook, wat is het, volgens mij vorig jaar neerstreek bij, vorig jaar januari bij Monaco. Nadat hij natuurlijk half Europa had gehad. Arsenal, Barcelona, Chelsea. Tja. Is inmiddels 33, maar hij ging naar, terug aan het komen. Hij ging naar AS Monaco vanwege Henry toen. Omdat ze die goede relatie hadden natuurlijk bij Arsenal. Ja. En dat Henry een beetje in de problemen zat. En toen deed hij aanspraak op Fabregas, die sowieso al een beetje in de nazomer zat van zijn carrière. Want volgens mij is hij ook wel redelijk op leeftijd volgens mij. Ja, hij is 33 alweer Fabregas. Ja, 33. Ja. Is nooit een loper geweest. Is niet echt vooruit te branden.
ieder geval op zijn FIFA-kaart niet. Dus dat dat een beetje realistisch gezien wordt. Maar meestal wel. Wijndal, de ruimte ligt aan de rechterkant bij Svensson. Dan gaat Wijndal pielen, maar krijgt hij wel de vrije trap mee. Ten koste van Fofana. 21-jarige Frans Jeugd International. Leeuwin. Mitieu ziet daar Svensson vertrekken. Ja, dit zijn bekende balletjes van de Noor. Goeie bal. Dit is ook een goede bal. Oh, Boadou. Komt nog net te kort nu dan. Oeh, dat is zonde. En nog een keer. Idrissi loopt tegen Aguilar. Ja, Idrissi. Oeh. Dit is toch wel een beetje aanvallende stootkracht van AZ. Eindelijk een beetje in deze wedstrijd. Flirt de boel een beetje op. En hier gaat deze ongelooflijk snelle Onyekuru. Henri bij de voornaam. Dat is een bekende natuurlijk. Vernoemd naar. Zou het zo? Zou me niks verbazen. Zeker niet. Maar de eerste keer dat Lecomte in actie hoeft te komen. Nu meteen de tweede keer. Diepe bal op Boadou. Benjamin Lecomte. Doelman. Het eerste wapenfeiten van de thuisploeg dus. Hopelijk volgende meerdere. Nico Kovac geeft aan attack, attack, attack. In zijn beste Frans. Trainer van Monaco. Hier Ballo Touré. De linksback die overigens in de belangstelling staat van Manchester United. Die nummer 2. Oké, kijk eens aan. Ja, dus dan kun je wel wat. Zo, Martins wipt hem over Wijndal heen. Doet dat als slim. Als ik de papers moet geloven, is dat een beetje iedereen in belangstelling van Manchester United. Dat is ook weer zo. Die willen echt iedereen kopen volgens mij. Terwijl United, nu wel, we moeten niet te veel afdwalen natuurlijk van de wedstrijd. Maar United draait op dit moment natuurlijk ontzettend goed. Sinds de aankoop van Bruno Fernandes. Ja. En ze hebben op zich, dat is een beetje mijn voetbalopinie, op zich wel een redelijke respect met die Wan-Bissaka op dit moment. Ja. Maar dat is linksback natuurlijk trouwens. Wie is linksback? Ja, een goede linksback gebruiken. Ja, wie is linksback trouwens? Goeie vraag. United. Ja, vrije trap. Volgende gevaar van Monaco. Kop mag mee naar voren. Onder andere Fofana. Sterk hoor, kijk eens. En ook die twee centrale verdedigers. De Sassi en Badiashile. Martins naar binnen. Combinatie met Onyekuru. De rechtsbuiten en de linksbuiten, maar te hard. Wat is jouw eerste impressie van Ben als je zo de eerste 29 minuten hebt gekeken? Vrij onzichtbaar, maar goed, dat hoeft niks te zeggen natuurlijk als spits. Spitsen die staan er voor dat ene momentje dat ze een klein kansje krijgen. Ja, dat ze net op het juiste moment op de juiste plek staan. Dus. Momentjes heeft hij zeker hoor. Oh, kijk eens. Dat is een overtreding. Ja. Ja, Monaco zet goed druk. AZ heeft daar moeite mee. Overtreding uiteindelijk op het middenveld begaan. Micho krijgt nog even wat tekst en uitleg van arbiter Kevin Putz. Fofana smokkelt wat metertjes. Ja, dan wordt er gecoacht om druk te zetten op die linksback. Goeie bal. Toch wel niet. Klinkt altijd zo lekker als ze openen naar die andere kant. Het is een goede bal, doen we iets te hard. Kan het de keeper moeilijk maken? Nee, goed gevoetbald. Monaco weet altijd wel goed in de opbouw echt uitstekend op te bouwen. Ondanks de druk van AZ. Kleine panna. Toch dat roleren door bij het middenveld. Komt er steeds eentje vrij. Daar is Ben. Och, goede kaats. Zo zien we weer. Weer Ben. Ja, dat is altijd het begin van iets moois als die jongen aan de bal komt. Ja, nu gaat hij toch een beetje uitzakken. Omdat Ben nog niet echt heel veel de bal krijgt in het midden. Dat leidt gelijk tot een heerlijke voorzet. Die zien jullie hier. Normaal zou hij daar zelf staan natuurlijk. Ja, ja, als dat zou kunnen. Pff. Dat hij hem voorgeeft en zelf erin hakt, ja.
Komijnus. Ja, die heeft Idrissi wel eens een keer zo voor het doel gezet natuurlijk. In de arena was dat. Ja, tegen Onana. Zeker, ja. Wippertje eroverheen en AZ kwam op 2-0. Dat is iets wat Koopmeiners kan met zijn uitmuntende traptechniek. Ja. Maar kijken of AZ de laatste kwartier voor rust nog voetballend tot kansen kan komen. We hebben dus de poging van Idrissi gezien die Lecomte in actie zette. Maar voor de rest nog weinig. Ja, Boadu diep gestuurd, maar Lecomte stond ver uit zijn doel. Verder is het vooral Monaco in balbezit. Golovin, de doelpuntenmaker, de enige tot nu toe. De Rus. Dani de Wit, zichtbaar wat geïrriteerd. Ja, ik zie het inderdaad. Hij is inderdaad een beetje geïrriteerd. Tegenover die jonge Fofana. Het is een beest hoor, die Fofana. Zo. Atleet is heel sterk. Draaien. Lenig. Condities. Kracht. Leuk om naar te kijken. Badiachil, de linker centrale verdediger op Aguilar, de rechtsback, die goed door was gelopen. In combinatie met Tchouaméni. Eenvoudig voor Bizot. Ja, het is toch wel een beetje een tegenvallende eerste helft, denk ik, voor AZ. Als we zo een beetje zo vooruit mogen, ja, we moeten nog een kwartiertje hoor, daar niet van. Maar er zijn een paar kansen geweest. Ja. Nou, eentje eigenlijk. Weer een mooie bal. Zeker een hele mooie bal. Wat niet iets te scherp was. Met Klaasje nu op Svensson. Maar dit is natuurlijk een absolute topclub als tegenstander. Ja, dus, zeker. Ja, dan absoluut. Moet je ook niet verwachten dat je daar zomaar even kans op kans weet te creëren. Maar daarom is dit een goede testcase voor AZ. Want over anderhalve week zullen ze ook niet handenvol kansen krijgen tegen Victoria Pilsen. Het moet in één wedstrijd gaan gebeuren. Ja. Daarom is het belangrijk dat er nu scherp wordt omgegaan met de kansen die komen. Ook thuis trouwens, toch? Ja, hier al, ja. Ja. Disasi, de debutant, hij heeft last van zijn hoofd. De centrale verdediger. En meteen even tijd om wat te drinken. Het was steeds gewoon warm natuurlijk, hè, op het veld. Ja. 27 graden. Nu zitten wij in de stijgers, in de schaduw. We hebben het goed hier. Ja, ja, als je aan de overkant zit, dan denk ik dat het zweet van ons voorhoofd komt te vegen. Denk ik ook, ja. Dani de Wit krijgt nog wat uitleg van Arne Slot. Hij wil graag nog wat andere dingen zien. Zal ongetwijfeld ook over het verstoren van de opbouw gaan. Want dat was handelswapen vorig jaar van AZ ook, waardoor het zo goed ging. Omdat de aanvallers meteen goed druk zetten op de laatste linie van de tegenstander. Daarin wordt wat finesse in aangebracht door Arne Slot. Nu ook even met Mitje de controleren op het middenveld. Samen met Klaasje natuurlijk. Dan hebben beide ploegen deze drinkpauze / blessure even benut. Voor het tactisch neerzet van de laatste 10 minuten. Veel meer zal er niet bij komen waarschijnlijk hier in Alkmaar. Nee, dat denk ik ook niet. Wat voor invallende impulsen kan kunnen nog ingebracht worden bij AZ. Kijken we sowieso een beetje. Ja, normaal Ferdy Druif als vervanger van Boadu, maar Druif zit niet bij de selectie. Die had wat kleine pijntjes. Hij dus net als Stenks, Hatsidiakos en Vlaar niet inzetbaar. Ja, dan moet je al snel uitkomen op Abu Ghlal of FJN. Dat zijn voornamelijk vleugelaanvallers. Maar een echte reservespit zit er vandaag niet op de bank. Misschien dat hij Mo Tabouni kan gebruiken in de spits. Maar die is normaliter ook linker aanvaller / aanvallende middenvelder. Dus het zou zomaar kunnen dat Boadu de 90 minuten gaat volmaken na de drie kwartier rentree van vorige week. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja.
Nog niet gevaarlijk geweest, Boadu. Eén keer van achteruit weggestuurd, maar de bal was net hard. Koetmotson, goede controle. Daar gaat Wijndal. Had graag de bal willen hebben. Svensson maakt meteen weer breed. Goeie bal. Ach, dat is zonde. Dat is een goede bal. Dat is een goede schuine bal. Jammer. Hier rustig de opbouw voor AS Monaco. Ik ga rustig van de keeper naar de centrale verdedigers. En dan rustig, heel rustig proberen op te bouwen. Wat tot nu toe eigenlijk heel de wedstrijd gewoon goed gaat. Ondanks de druk van AZ. Met Boadu en Dani de Wit die de centrale verdedigers en de keeper last proberen te maken. Via een hoekje druk proberen te zetten. Dus met een boogje lopen. Uiteindelijk gedwongen tot een lange bal. Ja, Ben kan natuurlijk geen kopduel winnen van Teun Koopmeiners. Aanvoerder tegen aanvoerder. Oeh, de bodem. Oeh, kijk eens, dat is een mogelijkheid. Boadu. Oef. Svensson, kan hij hem voorgeven? Het lijkt me wat theater van Balotouré, die linksback, maar. Ja, hij schreeuwde het wel uit van de pijn. Ja. Het zou goede acteerskills zijn als dat echt allemaal gefaked is. Maar ik, zeg maar, zo'n. Arbiter Puts die aangeeft van kom maar op met de. Verzorging. Ik denk niet dat het fake is, heel eerlijk gezegd. Ik denk wel dat hij geraakt is. Anders zou hij niet zo hard schreeuwen. Svensson gaat in ieder geval wel kijken hoe het is met het slachtoffer. De beide nummers 2. Hij kan lachen in ieder geval. Dat scheelt. Dat is een lekker tikje van Svensson trouwens bij hem. Hij slaat hem gewoon op zijn schouder. En, Jonas Svensson die van de week overigens bezoek krijgt van AZ-TV. Dat kun je verderop in het YouTube kanaal vinden. Hey. Een mooi item over de Noor. Die... gaat beginnen aan zijn vierde seizoen alweer bij AZ. Mensen, vergeet ook even niet te liken. En even gewoon te abonneren op het YouTube-kanaal van AZ. Weet je? Kijk, dit is het gratis even voor niets, hè? Het is gratis even voor niks, weet je? Waarom zou je dat niet doen? Kan je alles volgen, alle leuke wedstrijden. Leuke interviews, filmpjes, interviews. Die leren spelers beter kennen. Ja. Lecomte heeft weer de bal voor de laatste 7 minuutjes deze eerste helft. Heerlijke bal. Net slecht. Dat is jammer. Hier een goede bal. En AS Monaco gaan we beginnen met de opbouw. Goede kapsalon daar van de centrale verdediger. Zet Boadu verkeerde spoor. Goede bal. Goede aanname ook. En dan gaan we weer. Onze vriend op de linkerkant, Onyekuru. In de voorzet, dus weer de actie. Kunnen ze dan uiteindelijk nog een medespeler vinden? Goed verdedigd door AZ. En hier is er weer plek voor Dani de Wit om op te bouwen. Maar die levert de bal heel slordig in bij de centrale verdediger van AS Monaco. Nummertje 32. Badiashil. Kan zijn dat ik sommige namen een beetje verkeerd uitspreek. Maar ja, dat zijn we wel gewend van mij. Ah, dus. Met Frans accent, dan zit je al snel goed. Oké. Okay. Goed om te weten dat ik een beetje vertrouwen kan krijgen van jou. Di Sassi op Balotouré. Hij is opgelapt. Ben Yedder door aan de rechterkant op Martens. Even terug. Golovin. Onyekuru maar daar de kruin van Svensson inworp. Laten we hopen dat AZ in die laatste 5 minuten voor rust nog gevaarlijk kan worden. Ik vind het ook mooi, dus zeg maar als je dan geen geluid hoort in het stadion, dat je echt al die coaching hoort van al die spelers. Ja, in het Frans, ja, daar staan we er allebei natuurlijk helemaal... Nou, in ieder geval ik niet. Ik moet in ieder geval voor mezelf spreken. Kan jij goed Frans? Un petit peu. Ik kan natuurlijk wel bepaalde Franse woorden, maar ik kan niet echt... Oh, kijk, er komt Ben. Oh, stukje genialiteit, maar het wordt niet begrepen. Dat is altijd vervelend, hè. Dan ben je een geniale speler en dan zit je niet qua denklevel op hetzelfde niveau met je medespeler. Zit er altijd iets onder. Het lijkt me heel erg vervelend, frustrerend. Weet je, dat hebben de Pirlo's, de Xavi's, de Iniesta's, de Messi's, die hebben er altijd wel een beetje last van. De Bens, weet je wel? En kan je een beetje wat ik zeg of niet? Nou ja, ik ben niet zo geniaal. Oké. Sorry, ik liet me even leiden. Maar in ieder geval, dat was een goede bal van Ben, wat uiteindelijk niet begrepen werd.
ondanks de druk, ja, Boadu is ook gefrustreerd. Wat je eerder zag met Daan de Wit, het lukt niet echt om AS Monaco goed vast te zetten. En dat zie je toch al bij frustraties, zowel bij de trainer als bij de... Oeh, dat is een goede combinatie. Ja, het frustreert ze. Zie je dat ook? Ben je het mee eens? Ja, ja dat, maar ja, dat, Monaco kan zich eenvoudig onder de druk vandaan spelen. Ja. Ja, het zou ook raar zijn als al die miljonairs dat niet zouden kunnen. Nee, nee. Ergens, toch? Nou ja, nee, ik bedoel... We kunnen het natuurlijk zien bij Barça gisteren. Ik hoef niet over miljonairs te hebben over hoe we de spelers van Barça verdienen. Maar daar zijn ze natuurlijk ook gewoon volledig afslag. Maar ik bedoel, het is niet dat AZ, in tegendeel zelfs. AZ doet het gewoon meer dan prima tegen een hele lastige tegenstander. Ja, alleen nu nog de eindfase, hè, ja, voor het doel precies, komen. En, dat vooral. Kansen creëren. Eén schotje op doel van Idrissi. Maar er komt er niet al te veel moeite mee uit. Boadu krijgt nu een vrijtrap mee ten faveur van Badiashile. De linker centrale verdediger. Die uit eigen jeugd komt. En als een van de weinigen. Is op heel jonge leeftijd door Monaco aangeschaft. Die Badiashile. Nummer 32. Nou, zal dit het moment worden van AZ? 3 minuten voor de rust. Daar de loopactie van De Wit. Idrissi ook nog onzichtbaar. Ja. Wel verantwoordelijk voor de enige doelkans van de eerste helft. Balotelli. Ja, goede actie. Die 1-op-1 doet hij wel ontzettend goed hoor. Je kan zien waarom Manchester United interesse heeft in deze sterke, behendige linksback. Die ook bevat een assortiment van skills. Zeker wel een goede 4-star, denk ik, in FIFA 21, maar we gaan het zien. Ga je meteen halen, Balotelli? Meteen. Ja. Eerste aankoop. Samen met Ben. Lekker linkie. Hoppakee. Ben en Ballo. Ben en Ballo. Zo. Nou, ik heb je al patent op aangevraagd, want dat ga ik nu even doen. Met een nieuwe serie. Ballen met Ben en Ballo. Ja. Zo. Content hoeft niet zo moeilijk te zijn. Zeker niet op mijn kanaal. Ik kan nog steeds abonneren, mensen. Sorry. Hoekschop. Ja, laatste 2 minuutjes. Kop mag weer mee naar voren. Het centrale duo. Ja, Sassi en Badiashile. Die zijn wel fysiek aardig, hè? Dat zijn wel aardig grote... Rem 1,90. Ja. En Golovin, de doelpuntenmaker die de hoekschop neemt. Zoals hij elke standaard situatie neemt. Maar dit is geen goede hoekschop van de doelpuntenmaker. Of was hij te geniaal dat ze hem niet begrepen? Nee, maar dat heb je alleen bij Ben. Dat is niet bij zo'n speler. Dat is dus, bij Golovin is dat niet echt aan de orde. Als Ben zo'n bal geeft, dan snapt de rest het niet. Maar als een andere speler, dat doet hij gewoon een slechte bal. In ieder geval is mijn inzicht. Maar ja, ik kan het ook verkeerd hebben. Dani de Wit. Goeie actie. Aan de zijlijn op een positie waar hij het liefst niet staat natuurlijk. Hij wil vlak voor het doel gevaarlijk worden. Nu halverwege zijn eigen helft. Ja, er is over en weer wat frustratie. En trainer Arne Slot die het allemaal aanziet. Wellicht dat hij in de rust gaat ingrijpen. In ieder geval zal hij de speelwijze nog even... Ja, ik denk dat vooral, want zoals je zelf al aangaf, zijn dit wel een beetje de basis 11, toch? Waar je, het zal niet heel veel af... Dit natuurlijk. Zullen waarschijnlijk de 11 zijn die tegen Victoria Pilsen ook gaan strijden. In de hoop dat Stenks misschien een beetje fitter wordt. Ja, maar goed, als hij een deze dagen gaat beginnen met trainen, dan met de groepstraining, zeg maar. Oh, dat is het ook nog echt. Hij is nog eens daarmee aan begonnen. Ja, dus dan moet hij eerst... Hij heeft wel individueel traint altijd. Kijk eens. Goed. Poging van Martins. De Portugees, die dus net terug is van maandenlange blessure leed. 6 maanden? Ja. Oh. Maar eenvoudig prooi voor Bizot. En dan ben ik benieuwd hoe lang arbiter Kevin Puts gaat bijtellen. Monaco dat na 21 minuten wist te scoren via Golovin, de Russische international. Dat is overtreding. Klaas hier van achteraan getikt door diezelfde Golovin de doel op te maken. Maar zien niet hoeveel erbij komen, hè? Of zien wij dat wel? Nee, er is geen vierde man. Dus het is, we zijn overgeleefd aan de grillen van Kevin Puts. Als hij denkt, nou, ik loop wel lekker, dan kan het zomaar een paar minuten extra zijn. Ja.
Maar ik heb er gewoon zin in. Kom, we haken er gewoon 10 minuten aan vast. Zou zomaar kunnen. Kijk wel op zijn klokje nu. Ik denk dat, dat Monaco nog één keer mag komen. En dan wordt het een... gaat hij weer. Die sterke linksback. Balotelli. En we gaan rusten. We gaan rusten, ja. Golovin, de enige doelpuntenmaker hier in Alkmaar voor rust. In de 21ste minuut maakte hij de 0-1. En voor de rest AZ een aantal kansjes. Idrissi met een schot op Lecomte. En iets later werd Boadou de diepte ingestuurd. Alleen was het diezelfde Franse doelman die op tijd zijn doel uit was. Ja, het is een wedstrijd die wordt gedomineerd op het middenveld. Ja, dat kun je ook wel verwachten. Een beetje sterke tegenstander. Zo aan het einde van de oefenreeks. De Fransen die dus volgende week alweer gaan starten met de competitie. AZ heeft over anderhalve week een enorm belangrijke wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Maar laten we hopen dat Arne Slot de tactische bespreking goed kan doen voor een tweede helft die wat meer kansen en doelpunten gaat opleveren. AZ Monaco 0-1, je kunt je nog abonneren en dan zien we je graag zo terug voor de tweede helft van AZ tegen Monaco. Nice. Hallo? Hey, hallo. Wij zijn AVAS. Je kent ons van dit theater, deze muziekbox en deze gasten. Maar wat doen we nu precies? AVAS inspireert beter ondernemen. En dat doen we met deze mensen, dit product en op onze eigen manier. Wij vinden dat software ook maar een stuk code is als je het niet goed gebruikt. Doe dat wel, dan levert het tijd op. En daar kan je wel wat beters mee doen. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Wil jij ons nog een keer ontmoeten? Check dan www.avas.nl. Onderweg in Alkmaar, ook hier, is het seizoen 2019-2020 begonnen. Goeie bol van Idrissi. Boadou, Boadou. En dan is het raak. Dan is het eindelijk raak voor AZ. Als je vast denkt, is goed. Boadou. En daar is het derde. Het gaat hard. Schiet dan, schiet tegen Stenks aan en krijgt nog een schotkans en die vliegt erin. AZ vlak voor rust over Ozen. Links, Stenks, ja! Calvin Stenks, wat is hij ongelooflijk belangrijk. Koopmeiners is de specialist en dus is het 5-1. Nu misschien de mogelijkheid om de gelijkmaker voor Boadou. Boadou doet het! Het is 2-2! Idrissi, Owen, Wijndal is in aantocht. Idrissi heeft het gezien. Wijndal, weer zo'n aanval. En nu wordt het wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. Beweging bij een aantal mensen. En Stenks die daarvan profiteert. En de bal zomaar binnen schiet. Mitchell. Nou dan, raak. Geen ja, wel buitenspel. Vlag is omhoog. Sorry. Idrissi. Komt er nog een zesde. Als het aan Idrissi ligt wel. Daar is de zesde. De paas van Stenks, Boadou. Boadou, ja, dan is het wel raak. Meegelopen is Wijndal. Wijndal 2-0. De Wit met de hak. Dat is een geweldige treffer. Hatzidiakos. Hatzidiakos. Daar is hij dan alsnog in de extra tijd. Micho. Nou, Micho, die valt binnen. Nou, Hatzidiakos, dat kan niet. Dat liet hij ook zien. Van de week in de competitie. En nu de gelegenheid op meer. En dat wordt nog feilloos afgemaakt, zegt Idrissi. Wat doet hij dat goed? Mitchell.
Mitchell heeft hem dan niet helemaal onder controle. Wel de voorzet. Daar is Druijveer. Ja! Ja, ja, ja! Ferdi Druijf! Hij is de held van Alkmaar. Het is afgelopen. AZ overwint het. Wat een krankzinnige wedstrijd was dit. Hier de supporters uit Alkmaar, dat zijn er een heleboel. En hier het mooie moment voor de spelers van AZ als die toch heilige grasmat van Old Trafford betreden. Nu gaat hij binnen. Heeft AZ toch dat doelpunt te pakken? Zorgt voor balbezit en een kans voor Boadu om de score te openen. Dat doet hij. Het is de vierde minuut. Idrissi. Geweldige bal van achteruit. Idrissi. Nu wel 2-0. Wat een waanzinnige bal van achteruit. Arno wordt bedankt op velerlei wijze. Idrissi. Ja, goed doorgelopen Wijndal. Wijndal. En hoog binnengeschoten AZ op 2-0. Ben jij al koning bij Vomar? Met de Klant is Koningkaart profiteer je van extra voordeel bij je boodschappen. Je spaart voor keiharde knaken, waar je ook nog eens 6% premie over ontvangt. Daar kan geen bank tegenop. Zo werkt het. Voor elke euro die je aan boodschappen koopt, kun je voor 10 cent spaarpunten bijkopen. Die automatisch op je Klant is Koningkaart worden bijgeschreven. Bijna ongemerkt spaar je een flink bedrag bij elkaar. Hoe meer boodschappen je doet, hoe meer je kunt sparen. Neem je gespaarde punten op wanneer je maar wilt in een van onze winkels en ontvang 6% premie cadeau van Vomar. Ontvang je geld contant of laat het op je bankrekening storten. Zo zet je eenvoudig iets opzij voor wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld een vakantie, een cadeautje voor jezelf of een ander of een dagje uit met het hele gezin. Haal nu de Klant is Koningkaart op in de winkel. Registreer hem online en start meteen met sparen. Haal meer uit je spaargeld en word ook koning bij Vomar, jouw supervoordeelmarkt. Welkom terug in het aanvalstadion. Het is rust. Bij de vijfde oefenpot van AZ tegen Monaco. Ruststand 0-1. Door een doelpunt in de 21ste minuut van Golovin. Dit zijn de reservespelers die warm draaien. Overigens heeft Jong AZ eerder vanmorgen gespeeld. Om 10 uur tegen Jong Utrecht werd het 3-3 gespeeld. Onder andere Oosting scoorde. Zit vandaag wel op de tribune, maar niet op de bank bij het eerste. En twee keer Barazi. Die overigens komen uit de onder 19. Wie wel vanuit Jong AZ mee zijn gekomen naar de wedstrijdselectie vandaag. Dat zijn Joris Kramer, Tijani Reinders en Hokon Effien. Zij staan daar dus op het veld. Sugawara en Oosting krijgen rust voor deze wedstrijd. En ook de reservespelers van Monaco zijn zich aan het opwarmen. Zoals eerder al gezegd. Tegenstelling tot eerdere oefenwedstrijden zal er vandaag niet 11 wissels plaatsvinden in de rust. Men wil toch toe gaan werken naar een vaste groep. Ook wat fysiek fitheid en conditie creëren. Monaco volgende week zondag dus de eerste competitiewedstrijd om 1 uur thuis tegen Stade Reims. Dat vorig jaar net geen Europees voetbal haalde. Reims eindigde vijfde achter Lille. En Monaco
natuurlijk teleurstellend negende. Die willen dit seizoen weer Europees voetbal gaan halen. We willen dus volgende week zondag meteen klaar zijn daarvoor. Overigens het stadion van Monaco, het Stade Louis II. Een klein tikkeltje groter dan het stadion hier in Alkmaar. Ja, wat wil je? Een dwergstaatje met om en nabij de 40.000 inwoners. Stade Louis II heeft een capaciteit van 18.500. Die er overigens bijna nooit zitten, beter gezegd nooit. Er zitten altijd rond de 5.000 à 6.000 supporters bij thuiswedstrijden van Monaco. De ploeg die in 2004 nog de finale van de Champions League speelde. Toen was Porto alleen een maatje te groot, won met 3-0 in Gelsenkirchen. De hoogtijdagen van Monaco. En overigens, Monaco, ja, die hebben natuurlijk grote spelers voortgebracht. We hadden het al eerder over Mbappé, Falcao, Henry. Maar ook Evra, Barthez, Trezeguet, Petit, Thuram, Martial. En dan hebben we het ook nog over een trainer, Arsène Wenger. Die van 87 tot 1995 de scepter zwaaide in Monaco. Voordat hij wereldfaam bracht bij Arsenal. Waar hij ruim 20 jaar de troon besteeg als trainer. Arsène Wenger inmiddels alweer 70 jaar. Overigens, Nederlanders die bij Monaco hebben gespeeld in het verleden, in het recente verleden, laten we het daarover hebben, is Nasser Barazita. Die speelde daar tussen 2012 en 2014. Dat was overigens grotendeels in het tweede niveau, want Monaco was toen gedegradeerd. Kent gillend historie Monaco de afgelopen jaren. Het moment dat Monaco weer was gepromoveerd, heeft Barazita bijna geen minuut meer gespeeld. Stekelenburg heeft daar in het seizoen 2014-2015 de bank warm gehouden als reservekeeper. En Terrence Congolo is de meest recente Nederlander daar. Het seizoen 2017-2018. Hij werd overgenomen van Feyenoord voor meer dan 15 miljoen. Terrence Congolo, natuurlijk nu een hot item in Alkmaar, werd begeerd. Maar waarschijnlijk is hij met zijn salaris niet te halen. En ook Fulham, dat naar de Premier League is gepromoveerd, heeft interesse in Congolo. Dus worden de kansen voor de Alkmaarders kleiner en kleiner dat de centrale verdediger zal aansluiten in Alkmaar. Daar schitterend het logo. Het dak eraf, daar zijn ze natuurlijk druk mee bezig. Lichtmasten zullen er zijn voor de eredivisiewedstrijden. Waar AZ natuurlijk 12 september op de zaterdag om 16:30 aftrapt. Bij FC Utrecht uit. De week erop. De 19e om 16:30. De eerste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. En dan is nog altijd afwachten op de tweede helft of er wisselingen gaan zijn. Maar de sfeer is tot nu toe in ieder geval gemoedelijk hier, Frank. Zeker. Ziet er goed uit. Mensen zijn nog lekker een balletje zo over aan het tikken. Weet je nog niet of er wijzigingen gaan plaatsvinden? Qua wissels? Nee. Dat zien we pas als de spelers allemaal het veld opkomen. En mensen hesjes gaan uittrekken. Dan zullen wij dat pas weten. Maar tot dusver zien we dat niet gebeuren. En wij... Bij AZ zijn ze in ieder geval niet heel serieus aan het warm spelen. Dus het gaat er allemaal nog heel ontspannen en relaxed aan toe. Als je net ingebracht gaat worden, ga je niet zo rondtikken inderdaad. En ook bij Monaco is het meer zomeravond balletje trappen op het heerlijke mat hier in Alkmaar. Maar ja, niet voor niets natuurlijk de afgelopen jaren veelvuldig gekozen als beste grasmat van de eredivisie. Elk jaar eigenlijk de strijd met de Kuip. Ja. Want elke eredivisiewedstrijd mogen de aanvoerders van de bezoekende partij een cijfer geven over de grasmat van de thuisploeg. En AZ dat daar vaak strijdt om dat bovenste plaatsen met de Kuip. Die toevallig de laatste jaren heeft gewonnen. Ja. Natuurlijk afgelopen jaren heeft AZ bijna driekwart in Den Haag moeten spelen. Dus werd helemaal niet gespeeld hier. Maar daarvoor was het altijd spannend. Goede groundsman, je ziet het ook, wordt flink gesproeid. Interessant. Leuk. Ja, AZ heeft niet alleen op het veld, maar ook in de staf en ook bijvoorbeeld dingen als groundsman gewoon de betere van Nederland in huis. Ja.
Dat is echt de professie. Je zou denken, ah, je zet er één keer een grasmat in, je geeft hem wat water en het groeit vanzelf en het blijft mooi. Maar ook na de wedstrijd, ja, nu zal dat niet gebeuren omdat de zon nog zal schijnen. Maar normaal hebben ze hele lichtstellages die ze het veld oprijden om voor de warmte en het licht te zorgen dat het gras sneller herstelt. Er is allemaal over nagedacht. De groundsman van AZ die de hele wereld overvliegen om ervaring op te doen bij andere clubs. Hoe zij hun grasmat in ultieme staat houden. De spelers van Monaco komen daar alweer rustig het veld op. En op het eerste oog geen wissels. En we zagen ook Chatli hier zo in de, nog even een paar balletjes over spelen. Dat is natuurlijk ook een bekende. Nasser Chatli, die kennen we vooral van zijn tijd bij FC Twente. Hij kwam na het kampioenschap, won nog wel de beker tussen 2010 en 2013 bij de Enschedeërs. Ja, Chatli die is inmiddels ook op leeftijd 31, 59-voudig Belgisch international. Hij zit op de bank, wellicht dat we hem nog gaan zien. Normaal gesproken was hij niet voor geen basisspeler, toch, van Monaco? Of is hij hier pas gekomen? Hij is, even kijken, vorig jaar. Ik dacht al dat hij er vorig jaar. En hij is vorig seizoen ook verhuurd aan Anderlecht. Oh, kijk eens. Aan Anderlecht? Ja, waar hij het niet zo heel goed heeft gedaan met Michel Flap en de zijne. Daar hebben ze het inderdaad niet zo goed gedaan. Toch ook al niet zoveel gezien bij Monaco, hoe kan dat dan? Maar dat komt dus omdat hij dus gewoon niet aanwezig was. Ja, hij was verhuurd. Verhuurd. Zo te zien geen wissels in de rust, alleen voor speelhelft, maar dat is logisch. Boadu gaat aftrappen voor de tweede helft als Mietje ook nog even de spelerstunnel uitkomt als allerlaatste. De Noor. En nu gaan ook Arne Slot en Mario Pušić, zijn assistent Marino Pušić, de koud opzoeken. En arbiter Kevin Putz heeft gefloten voor de tweede helft. Laten we hopen op wat meer aanvalsdrang en kansen uiteindelijk voor AZ. Ja, precies dat, ja. Laten we het hopen. Ook gewoon bizar, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Nasser Chatli dan. Dat hij, eigenlijk is het alleen maar vanuit, is het Twente alleen maar bergaf is gegaan. Want hij is tot een Hotspur, deed hij heel goed. Tottenham. Ja, hij heeft toch, wat is het, 119 officiële wedstrijden gespeeld. Ja, dat is dan weer heel erg goed. En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar... Toch? Ja. Ik weet niet wat hij nou tot hem heeft genomen, maar het is toch bizar, want eigenlijk was het een hele getalenteerde vleugelaanvaller en het heeft geresulteerd in een... Ja, maar goed, hij komt ook van ver, hè. Voor Twente speelde hij bij AGOVV, MVV heeft hij nog gespeeld, dus ja, weet je, op een gegeven moment zit je ook gewoon aan je tax. En als je dan nog 59-voudig Belgisch international bent, zeker, dan heeft hij denk ik wel alles uit zijn carrière gehaald. Nasser Chatli, die nog dus op de bank zit. Hopelijk gaan we die nog zien, maar de kans zal niet groot zijn. Aguilar met de opening. Aguilar. Een Jedder die een loopactie in huis heeft, maar Koopmeiners houdt hem goed in de gaten. Ja, dat zou ik ook maar doen. Gudmundsson. Ik moet eens even doorgaan op Svensson. Ach ja. Zo mooi, ben jij er eens aanvoerder, maar ik heb hem letterlijk nog niks horen zeggen. Echt de hele tijd. Mensen schreeuwen nogal redelijk op het veld. Ja, ja, nu zegt hij nu wel. Nu zegt hij wat. Nu zegt hij, hey. Het zou een trotsballetje moeten zijn. Het zou een vriendschappelijk trotsbal moeten zijn, maar dat heeft hij niet gedaan. Ja. AZ paste gewoon de bal terug. Nou, Idrissi. Wat kan hij? Klaasie. Met een wanhoopspoging. Nou, zo'n beetje verdroevend schot, ja. Het was een tijd bij Feyenoord dat hij dat echt wel had, hoor, Klaasie. Maar komt nu niet echt bij hem naar boven. Nou, stille kracht bij AZ. Is geen speler die heel opvallend speelt, net als Mietje. Maar Mietje is helemaal een goede balafpakker en meteen de optie naar voren zoekend. Klaasie ook, ja. Hij valt niet zo heel erg op, maar staat wel vaak op de goede positie en heeft aardige passes in huis. Zou je voor de grap eens op moeten letten. Wijndal. Goed gedaan, goed voordat verdedigd, maar Martens er niet langskomt. Komt gelijk met de goede vleugel aan. Oh, wat een mooie kap zeg. Oh. Ja. Van die Martins is dat, hè? Ja. Portugees Martins. Koopmeiners het bos in. Dat is echt een hele mooie kap was dat. Ja. Spat er vanaf.
Fluwelen kan me voorstellen als je maanden aan de kant hebt gezeten met een blessure. Dan wil je weer vlammen. Bij je rentree. Gudmundsson. Terug op Leeuwin. Monaco dat niet vol gas druk zet. Idrissi. Wordt er aangepakt door Aguilar. Ja, dat is een beetje de Hans Kraaij junior van Monaco. Vorig jaar ook 2 keer direct rood gepakt. Die rechtsback. Echte kaartenpakker. Die kan af en toe heel bot uit de hoek komen. Nu dan ook zijn excuus aan Idrissi. Ik denk niet dat hij die accepteert, de Marokkaanse international. Met veel pijn en moeite. Goeie bal. Idrissi weer met de dribbel. Gaat er weer opzoeken. Nee. Ah, hele slechte kaats wel daar zo. Gij, dit is de druk die je uiteindelijk wil zetten. Hopelijk levert het wat op. Goed op de bal. Dus dat mag gewoon door. Dat is een prima tackle daar zo. En dit is dan wel een overtreding. Ja, het wordt wat grimmiger. Het wordt inderdaad wat grimmiger. Maar Colovin ook uitlegt. Ja, wat doet Koopmeiners dan bij mij? Maar de eerste gele kaart is uitgedeeld. Volgens mij ja, nummer 22, Fofana. Youssouf Fofana met de eerste gele kaart van de wedstrijd. Zat eraan te komen. Een paar grimmige minuutjes zo naar rust. Ja, veel fysieke duels hier zo. En de Franse jeugd international krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. AZ nu met iedereen op de helft van Monaco. Idrissi die het veld goed breed houdt. Nu naar binnen komt. Goed loopactie. Buitenspel. Oh, nee. Was een goede bal. Goed gezien ook. Ik weet niet of het uiteindelijk buitenspel was. Maar de ruimte lag er wel. Ik denk dat het buitenspel was. Ik zag mooi dat Idrissi de loopactie inzette. Maar ik had het idee dat de paas net te laat kwam. Boadu. Sterk aan de bal. Ja, dit is voor AZ natuurlijk ook een mooie wedstrijd. Want als die jongens zich goed presenteren. Ja, Monaco is wel zo'n club die ineens belachelijk veel miljoenen voor je kan neertellen. Voor bam. Bijvoorbeeld een Boadu. Boadu, 60 miljoen. Bam. Hey, kijk eens. Koopmeiners trouwens. Die is ook wel redelijk jong. Ja, daarom. Dus dat zal ook misschien wel meespelen om je best te doen. Hoewel Boadu natuurlijk de eerste helft amper te zien is geweest. Tussen die twee reuzen centraal achterin. Disasi en Badiashile. Is hij nog onopvallend. Maar Boadu die een zeer belangrijke taak heeft in het zetten hier. Kijk, dit is geen overtreding. Dit is geen overtreding. Ach. Dit hier had veel meer mee gedaan moeten worden. En het was ook in mijn opzicht geen overtreding. Het was gewoon fel druk zetten van AZ. Wat toch wel in de eerste helft een beetje onsuccesvol ging. Steeds pogingen om niet echt grip te krijgen op de verdediging van AS Monaco. Maar nu werd het dus wel gedaan en succesvol. Ja, Boadu is daar belangrijk in druk zetten. Ja. En dit ging goed met De Wit. Alleen moet daar meer mee gedaan worden. Moet het meedogenloos. Deze bal moet afgemaakt worden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Oh, dat is een goede bal. Oef, goed verdedigd. Die Dani De Wit heeft een passie in zich, zeg. Mooi om te zien, man. Ja. Goh. Loopt enorm veel, Dani De Wit. Loopt echt heel erg veel. Duikt ook regelmatig tussen de linies op, alhoewel dat vandaag moeilijk is tegen zo'n tegenstander. Oh, goede actie. En goed gekiept. Scheelt weinig. Goede actie daar van AS Monaco. Goede actie van Ben ook. Loopactie. Prachtig. Moet benoemd worden. En nu weer de opbouw van AZ. Ja, toch Chatli voor het eerst gezien. Vanaf de linkerkant. Gelukkig goed onschadelijk gemaakt. Chatli die erin is gekomen voor Onyekuru, de Nigeriaanse international. Hey. En dat is dan niks aan de hand. We gaan maar gewoon door. Het goed gevoel van Monaco. Goede bal. Maar kunnen ze zich eruit voetballen? Dat is de vraag. Goed druk gezet daar van Mitchell. Kijk, nu wordt het interessant. En overtreding.
Ja, en wat daar gebeurde was wel duidelijk. Het was, was niet in de ogen van de spelers van AZ of de trainer van AZ dat het daar een overtreding was. Aangezien het gewoon beuken is. Maar ja, dat zie je vaak natuurlijk. Balletje afhouden als de bal dicht bij je eigen lijn is. Bij je eigen achterlijn wel te verstaan. En dan vallen. En dat is de succesformule van overtreding. Dat zie je gewoon heel veel in het voetbal. En ook hier werkt het. Voordeel moet er eigenlijk gegeven worden. Maar scheids zag dat niet helemaal. Nu AZ weer met bal bezit. Ik vind ze toch een fittere, nou niet per se fittere, maar sterkere indruk maken dan begin van de eerste helft. Ja. Hopelijk zal het leiden tot kansen. Maar we gaan het zien. Mietje met balverlies. Dat leidt die doorgaans niet veel. Chatli? Ja, die is er ingekomen. Ja, voor ik heb dat gewoon helemaal gemist. Wanneer is dat gebeurd? Voor Onyekuru. In de rust. Oké, nice. Chatli die de leeftijd heeft van zijn rugnummer. Schot van heel ver. Maar goed begeleid door Bizot. Die had er oog op. Het is Fofana die schoot. Nummer 22. Boadu in de kaats, maar ver bij Gelf. Daar ligt de ruimte bij Svensson. Goedmotson geeft aan waar hij de bal wil hebben. Ook Dani de Wit gaat de loopactie aan. Trekt een gat voor Boadu. Maar dan wordt de bal van zijn voet gestoept door Tchouaméni. En hier Aguilar. Oh, daar gaat Ben tegen Teun. Strijd der Titanen. Ben Jedder verliest dat. Ongelooflijk, ik wist niet dat kon, joh. Dan ben ik weer gewoon zo. Tussen Abu Ghlal aan het warmlopen is. De buitenspelers zullen waarschijnlijk zo inkomen voor Goedmondson om zich te bewijzen. Hij krijgt de laatste aanwijzingen van Pascal Jansen, assistent van Arne Slot. Maar die gaat nu nog eerst warmlopen. Goed in de bal komen van Disasi, centrale verdediger. Martins op snelheid. Idrissi komt te kort. Wijndal, geen overtreding. Arbiter Puts laat doorgaan ten onrechte volgens Niko Kovac. En hier het antwoord van Badiashile op Dani de Wit. Die hebben lekkere duelletjes hoor, de hele tijd, die twee. Die zitten elkaar de hele tijd op te zoeken. Laat maar zitten. Met Dani de Wit. Dan Martin Cruijff voor de enkel van Dani de Wit. Net boven de enkel. Ja, normaal zou een logische vervanger kunnen zijn Thijs Oosting. Die vorig seizoen een uitstekend seizoen heeft gedraaid bij Jong AZ. Scoorde veel, had veel assist. Ook in de vorige oefenwedstrijd tegen Genk dook hij drie keer vrij op voor de keeper. Oosting, de 20-jarige, maar die heeft vanmorgen met Jong AZ gespeeld. En dat betekent dat hij niet bij de selectie zit. Maar laten we vooral hopen dat het gaat met de Wit. Ja, hier onder andere genomen door Martin Cruijff. De verzorger van AZ al jaren dag. Hoe verschrikkelijk zou het zijn als je nu een blessure oploopt en dat je die wedstrijd met Victoria Pilsen mist. Ja, ja daar moeten we maar niet aan denken. En dan slot nog met de laatste aanwijzingen voor Idrissi. Om wat meer gevaar te stichten tegenover die Aguilar. Overigens op de Twitter van AS Monaco staat een schitterend filmpje met Ruben Aguilar in de hoofdrol. Afgelopen week was het zo heet in Monaco op de training. Hij heeft in zijn boxer op doel gestaan met zijn handschoenen aan. Omdat de ploeggenoot op hem penalty ging schieten. Dat was hilarisch. Mocht je tijd over hebben, even de Franse Twitter van Monaco bekijken. Ja, die hebben gewoon een Twitterpagina die 2,1 miljoen keer gevolgd wordt. En dan hebben ze ook nog in het Engels, in het Frans, of in het Engels, Braziliaans, Spaans en Arabisch Twitterpagina's. Kun je nagaan hoe groot de club is. Niet normaal, joh. Ja. Zullen we hebben, joh. Wat je ook vertelde in de rust over Monaco, dat ze, wat weet ik veel, 2004, 2005, het zijn nou, finale Champions League verloren van Porto. 2005 ja. Is dat volgens mij. 2004. Of 2004, nou jammer, weer verkeerd gegokt, maar maakt niet uit, dan gaan we gewoon verder. Maar en dat ze dan ook gewoon weer gedegradeerd zijn en dat ze dan weer gepromoveerd zijn en dat het dan weer nu dat aankoopbeleid dan weer heeft. Ja, ja nu is het dus een rijke Rus die er veel geld in pompt. Sinds wanneer is die rijke Rus er überhaupt? Volgens mij 2015 ergens of zo. Okay, ja. En daarna werden ze dus weer kampioen in 2017. Ja. Toen ze net weer terug waren, zo'n beetje uit divisie lager. Dus ja, het is.
Er gebeurt van alles bij AS Monaco. Ja, dat zeker. Ja. Oké, daar gaan we. Wijndal, daar Boadu. Ver van de doel. Oeh, dat... Daarachter. Zag je hem ook? Ja. Die man die naar achter wordt gestoken? Wat een zon. Oh, wat zonde, man. Maar ook dit bijvoorbeeld, dat, ja, ik moet er niet te veel inhoudelijk over hebben. Maar de Gummelson op doorlopen naar de keeper. Als heel dat team niet aansluit, dan heb je er niet zo heel erg veel aan. Ik moet niet klinken als iemand die het allemaal beter weet, maar ik observeer mensen. Dat is even een heel groot verschil. Misschien komt ze weer tegemoet komen. Maar dat is zonde. Ja, als je druk zet, dan moet je dat met z'n allen doen. Dat, vorig jaar was het succes natuurlijk met onder andere Boadu en Stengs en Idrissi. Want de belangrijkste doel voor de aanvallers. Oh. Aguilar met een hoogstandje. Kijk, daar is weer die, ach, Boadu heeft het niet echt te pakken deze wedstrijd. Ben je er mee eens? Nee, die heeft het lastig. Die heeft het heel lastig. In de tas, tot nu toe. Maar ook hij is een spits die één momentje nodig heeft. Ja. Golovin meegeven op Ballo Touré. Daar was hij bijna bij Jedder. Daar was hij. Oh. We hebben hem nog niet gevaarlijk gezien voor het doel, deze captain. Hij heeft meer het postuur van een zaalvoetballer. Ja, maar laat dat je niet misleiden, hoor. Nee, wat je al eerder zei, tweebenig. Ja. Niet voor niets diverse interlands voor Frankrijk gespeeld. Ja, gewoon even de laatste interland van Frankrijk heeft gewoon basis gespeeld. Ja. Oef, zo. Ja, die knalt er lekker op, hoor. Fofana. Is goed om te zien. Of nee, Tchouaméni was dat, met nummer 8. Ben je toch altijd weer blij als zoiets gebeurt dat er niks met de enkeltjes van Wijndal is. Klaasie. Ziet de opening aan de rechterkant bij Svensson, want daar ligt altijd ruimte. Dani de Wit met de loopactie. Maar de bal gaat richting Idrissi. Dat heeft Aguilar gezien. Twee wissels staan klaar om in te komen. AZ, ja, dat gaat waarschijnlijk nu gebeuren. En Reinders. Krijg nog de laatste aanwijzingen. Oh. Goeie bal van Ben. Martens. Portugees. Krijgt hij een Ben hem terug? Dat is de vraag natuurlijk. Corner. Wendel lijkt hem als laatst. Aguilar mee naar voren, die rechtsback. Daar komt het kopduo weer. De centrale verdedigers met nummer 32 en 29. Bariashil en Disasi voor de hoekschop van Golovin. Tot nu toe nog steeds de enige doel te maken. Oh, daar Svensson, niet de grootste van het veld, maar we weten wel weg te koppen. Inzet geen gebrek. De Wit. Ja, dus de aanvallende wissels komen er zo in voor AZ. Ja, ik denk dat Reinders dan voor de Wit zal komen. En Amouklal voor Gudmundsson, dat zou het meest logisch zijn. Ja, aanvallen voor een aanvaller. Maar misschien toch een klein beetje oefening van een plan B bij AZ. Aangezien het ook maar één wedstrijd is tegen Victoria Pilsen. Misschien als ze meer willen forceren dat er dan een middenvelder opgeofferd gaat worden voor een aanvallender in Pils. Maar ja. Dat zou moeten blijken. Het kan natuurlijk prima. Oh, dit is een goede bal. Let op voor Ben, want dat is een hele gevaarlijke spits. Dat is een corner. Chatli. En via Koopmeiners gaat de bal dan over de doellijn. Bizot wil nog geloven dat hij de bal binnenhoudt. Maar Kevin Putz had het door, de arbiter. En lacht hierom. Koopmeiners die al eerder appelleerde voor buitenspel. Terwijl de aanval gaande hield, Chatli. Weer met gevaar vanaf de linkerkant. Bizot zet zijn mannen neer. Dan komen de koppers weer. En ook vanaf de linkerkant wordt de hoekschop genomen door Golovin. Ah, de stop. Boadu. Door. Kom op. Idrissi. Begin nu komt toch nu bijsluiting. Beetje, juist, goede bal zeg. Ik moet iets minder enthousiast doen. Links weer Idrissi. Goede bal. Oh, wat een aanval! Die bal moet goed zijn. Er zit een vervelende stuit in voor Idrissi, die de bal niet krijgt bij Gudmundsson. Maar een bemoedigende aanval. Nu nog rond het strafschopgebied zien uit te spelen.
En Tchouaméni die de bal uitlegt. En dan zal daar de wisseling komen. Ja, nog ze staan daar klaar. Ja. Reinders die tot nu toe een uitstekende indruk maakt in de voorbereiding. Vorig seizoen in de winterstop verhuurd aan RKC Waalwijk. Tijani Reinders. Oh, hij heeft eerder tegen Genk en Liel goed gedaan. Boadu en Goedmanson. Ja, dus Goedmanson naar de kant vervangen door Abouklal, die zich mag bewijzen. En na 64 minuten ook het einde voor Boadu en Reinders voor hem. Dan ben ik benieuwd of Dani de Wit dan naar de spitspositie gaat. Abouklal staat nu centraal voorin. Svensson naar geblokt door Badiashile. Interessant wat AZ gaat doen met die twee aanvallende spelers. Hoe ze gaan staan. Of dat er vooral veel geroteerd wordt. Koopmeiners komt van achteruit over om de hoekschop te nemen. AZ natuurlijk veel gevaarlijk vanuit standaard situaties. Vorige week tegen Lille natuurlijk ook. Een vrije trap van Aouyan en een afgeslagen corner. Die Sugawara tot wonderschoon doelpunt promoveerde. Kijken of het hoofd van Leeuwin gevonden kan worden. Of deze variant. Reinders met zijn eerste balcontact. Reinders. Maar eenvoudig in de voeten van Tchouaméni. Goede actie. Zo goed op de bal. Koopmeiners. Hij zou het kunnen. Hij kan het maar wel, het is een rolletje van Teun Koopmeiners. Marco heeft de doeltrap snel genomen. Dus nog steeds wacht op de volgende wisseling van Monaco. Wel een aantal warmlopers bij de bezoekers. Maar nog geen aanstanden voor een volgende wissel. Oeh, kijk eens. Het voetbal en dan links en linksback. Ja. Ondanks de druk van AZ. Voetballend opgelost. Reinders lijkt de rechtsbuitenpositie te pakken. En Abouklal in de spits. Dat deed hij ook al de eerste oefenwedstrijd tegen Genk een helft. Aguilar, daar de kopkans voor Tchouaméni. Maar die kopt hem recht in de handen van Bizot. Komt AZ goed weg. Komt AZ echt goed weg, ja. Dat is een prachtige voorzet op maat. De kopsterke middenvelder. Dus nogmaals Arlene Tchouaméni. Een goede redding van Bizot. Klem vast, want mocht hij hem niet klem vast hebben, was Benne denk ik bij de kippen bij. Als de kip erbij. Maar gelukkig is dat niet het geval. En staat het nog steeds 1-0 voor Monaco. Wat betekent dat AZ toch nog wel een... toch maar één doelpuntje verwijderd is van een gelijke stand. En zeker ook met de mogelijkheden die ze hebben gehad. Een soort van tweede helft. Een paar balletjes die nou op het laatste moment niet goed gingen. Een paas of een kaats die dan net even te kort of niet scherp was. In de laatste fase van de aanval. Maar als het dan toch nog één keer hoeft het maar raak te zijn, dan staan we naast elkaar. Dus laten we dat hopen. Terwijl we de opbouw zien van AS Monaco. Er komt meteen met zijn leuke vriendin. Linksback. Op de behendige nummer 11, Kelson Martins, de Portugees tegen Svensson. Maar die moet het dus afleggen. Goed verdedigd dus. Juist ook beoordeeld door de scheidsrechter. In de combinatie. Fofana verlegt de bal naar Chatli, die nu aan de rechterkant is uitgeweken. Hij heeft gewisseld van kant met Martens. Goed de paaslijn afgesneden door Klaasie. AZ houdt het compact. Laat Monaco komen. En nu moet de druk gezet gaan worden op Chatli.
Zat nu aan de rechterkant, begon op de linkerkant. Natuurlijk heel erg behendig met beide benen, zoals we hem kennen bij zijn tijd van SC Twente, Nasser Chadli. Hier komt met druk van Dani de Wit. Maar die paast hem dus weer op die vrijstaande Tchouaméni. Fysiek sterke middenvelder van AS Monaco. En nu weer terug naar de linksback Ballo Touré. Fofana kaast hem terug naar de centrale verdedigers. Di Sassi aan de bal. Een fase dat AZ Monaco laat komen. Nu over de linkerkant met Ballo Touré. Linksback, overigens geen familie van de Ivorianen Yaya en Kolo Touré. Ballo Touré is Franse Malinees. Staat ook aan elkaar, hè, die Ballo en die Touré. Het is gewoon echt één volledige achternaam. Ja, inderdaad. Voornaam Faudet. Faudet Ballo Touré. Prachtige naam. Och, achterstand. Ben jij dan? Ja. Maar doorzien door Koopmeiners. Maar dit is wel gewoon in principe gewoon een corner. Maar ja. Niet gegeven. Hoogstandje van Ben Yedder. Maar Koopmeiners die erg leed voorkomt. En AZ probeert hier voetballend onderuit te komen. Dat is wat AZ wil natuurlijk. Aanvallen van achteruit. Opbouwen. Niet de lange bal. Alleen in uiterste nood. En anders voetballend de helft van tegenstander op. Wijndal verslikt zich daar. Chadli voor het doel. Ben Yedder daar is Bizot met een handje. Het is voldoende. Het is voldoende inderdaad. Maar er waren wel twee personen helemaal vrij. En eentje was daarvan Ben. En het scheelde weinig. Of hij was aan de bal geweest. Dat moet je niet hebben. Ben in de 16 aan de bal. Nieuwe Koopmeiners. Die een gevaarlijk geval geeft aan Lil Win. En die leidt dus uiteindelijk tot een inworp voor AS Monaco. Inworp wordt overgelaten aan die 23-jarige linksback, Ballo Touré. Hele jeugdopleiding genoten bij Paris Saint-Germain. En uiteindelijk via Lille in Monaco beland. Di Sassi. Zij dus het nieuwe centrale duo. Vorig seizoen was het Camille Klik dus de aanvoerder. En Maripan, de voormalige Chileense international, die er vandaag niet bij is. Net als dus Jovetic, Fabregas en ook Pellegrini mist. Dit is wel gunstig. En dan weer net te kort. Het zijn de laatste ballen in de... Het zijn ballen in de laatste fase dat toch een beetje stagneert in de aanval van AZ. Laten we hopen dat het nog iets beter gaat in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Kenzo Goudmijn gaat zich warmlopen. Een van de jonkies, 18 jaar pas bij AZ, doet het de afgelopen seizoenen uitstekend bij Jong AZ. Klopt langzaamaan op de deur van het eerste. Kenzo Goudmijn aan zijn warming-up dus begonnen. Hier Mietje. Idrissi wil de bal aan de zijlijn hebben, maar wordt nog even overgeslagen. Ja, geen afspeelmogelijkheden vooruit. Dan maar terug. Koopmeiners meteen zelf weer aanspeelbaar. Je ziet hoog druk zetten van Monaco. De verdediging staat tegen de middenlijn aan. En de middenvelders en aanvallers zetten de laatste linie van AZ volledig onder druk. Daar balverlies van de Wit. Rijn dus met druk. Aboukhlal doet ook mee en daardoor de bal terug. Martens. Portugese international wint het van de Noorse international van AZ. Oef. Goeie bal daar. Nasser Chadli van AS Monaco. Nico Kovac, de trainer, wijst waar naartoe moet worden gegaan.
Ja, er wordt van hem, van die nieuwe trainer Niko Kovac verwacht. Aanvallend. Voetbal, veel goals. Na dat teleurstellend verlopen vorige seizoen. Zware taak voor hem. De transfermarkt is natuurlijk nu alweer geopend. Ja, tot en met 6 oktober. Ja, oktober. Dus is nog bijna 2 maanden open. Dat maakt het natuurlijk ook lastig omdat volgende maand de Eredivisie alweer begint. 12 september. Dus bijna een maand is de transfermarkt nog open. En is voor AZ natuurlijk ook spannend. Arne Slot wil graag zijn sterkhouders houden. Onder andere Teun Koopmeijns, maar ook Myron Boadu, Marco Bizot. Chatley met de voorzet. Golovin, Bizot en dan Ben Yedder. Ben Yedder met de tweede voor Monaco. Ach. Waar iedereen denkt dat buitenspel is. Het schot van Golovin, Bizot, die hem weet te pareren, maar voor de voeten van de man die onzichtbaar was. Maar dat is een echte spits. Die hoef je één kansje te geven. Ben Yedder maakt er 0-2 van. Prachtige redding wel op dat schot. Maar als je dan zo 1-1 staat met de keeper van zo dichtbij, dan kan je weinig tegen betekenen. Wat een goal van Ben. Kram nog uitgedribbeld daar. Afgestraft. Ben Yedder, niet voor niets natuurlijk vorig jaar topscorer in Frankrijk met 18 doelpunten. Samen met Kylian Mbappé. De oud Monegask van Paris Saint-Germain. Kijken of AZ in het resterende kwartier in ieder geval nog kan scoren. Laten we daarmee beginnen. Koopmeijners met de ruimte bij Svensson. Goede controle bij de Noor. Je ziet nu ook wel dat Monaco een ploeg heeft die in algemene zin wel mee kan strijden om die bovenste posities in ieder geval. Je hebt natuurlijk PSG die gedoodverfde favoriet is, maar daaronder is Monaco wel een ploeg die mee kan doen in ieder geval om de Europese tickets. Ja, die zullen zich kunnen meten met Lyon en Lille. Ja. Lille vorige week hier natuurlijk op bezoek. Daar, ik moet zeggen dat Monaco toch een stuk sterkere indruk maakt op mij dan Lille. Volgende wisselingen bij AZ staan klaar. Hokon, Effien en Kenzo Goudmijn gaan erin komen. Effien vaak hangend aan de rechterkant, rechtsbuiten. Of aanvallend op het middenveld. Goudmijn is controlerend op het middenveld. Dus zal komen voor Klaasje of Mietje, die wat kleine pijntjes had. Mietje. Maar tot nu toe aardig pot speelt. Door zijn middenvelden. Hoe oud is die FN? Is een jonge... 18. Ja. Nee, 20 inmiddels trouwens. 20, oké. Okay. Ja, hij is rugnummer 18. Ja, precies. Daar komt de wissel. Daar komen de wissels. Ziet hier jong uit, die FN. Met nummer 18, Volkon FN. Voor Gudmundsson, de... Of voor Klaasje is dat natuurlijk. Gudmundsson was er al af. En zo ook Mietje. Goudmijn en Dani de Wit. Nu controlerend op het middenveld. Reinders op de teampositie waar Dani de Wit was begonnen. Hakon Effien rechts voorin. Abouklal in de spits. En Idrissi gewoon links voorin. Maar nog weinig gezien deze Oussama Idrissi. Die nu zijn eigen helft weer opdribbelt. Aguilar. Daar wissel bij Monaco met nummer 37, Soufiane Diop. Vorige week, of de vorige keer tegen Eintracht Frankfurt, had hij nog een basisplaats, Diop. Hij komt erin voor Martins. Toch weer 78 minuten gemaakt na zijn blessure. Gelson Martins. Soufiane Diop
Is in juni 20 jaar geworden. Frans Jeugd International van de onder 20. Die vorig jaar werd verhuurd aan FC Sochaux op het tweede niveau in Frankrijk om minuten op te doen. Maar die op een van de grote talenten bij Monaco. Met nummer 37, dus zojuist binnen de lijnen. Kenzo Goudmijn. Kijk, dat is een goede bal. De eerste bal. Oeh, Reinders daar de mogelijkheid. Dit moet af worden gemaakt. Amoklal. Ja, en hij scoort. Buiten spel, zegt hij. Oh, de vlag is wel omhoog. Maar Kevin Putz lijkt zich... Had zijn notitieboekje al eruit, maar toch niet. Oh, hij zag het niet. Nee. Ik dacht dat hij zag het bewust dat het buitenspel was, maar hij besloot toch om door te gaan. Ja. Helaas. Het AZ, wat zou je bijna denken, maar... Jammer. Kan weer een streep doorheen. Het was goed gevoetbald. Amoklal maakt het koelbloedig af, maar de vlag omhoog van de assistent. Assistenten Michael Rasch en Rick ter Hoeven. Maar goed voetbal door AZ, dat biedt weer hoop. Zeker. Idrissi, ja, weer die Aguilar. Ja, die speelt echt met het mes tussen de tanden. Die rechtsback, 27 jaar. Ook jarenlang bij Auxerre gespeeld, deze speler. Aguilar. Niet de beste voetballer, maar als verdediger wel bikkelhard. In worden voor AZ. Laatst geraakt door Di Sassi. Wijndal. Goed, andere kant openen. Je rug. Oef, het weggedraaid, maar goed verdedigd door AS Monaco en kunnen nu oppakken met Ben. Goed, Koopmeiners. En daar weer de bal afgepakt. Fysieke duels worden nu uitgevochten op het middenveld. Overtreding. Goudmijn krijgt een vrije trap mee. 10 minuten heeft AZ nog om een doelpunt te forceren, te creëren. Eén keer gevaarlijk dus toen Monaco wilde opbouwen en Boadou en De Wit uitstekend druk zetten. Die hadden ze moeten afstraffen. Goede opening hoor van Goudmijn op Idrissi. Vlag blijft omlaag voor het doel. Beweging bij Amoklal en Reinders. Oh, jammer. En dan daar. Ach, jammer. Svensson. Was de kans om echt vol uit te halen wat er ook wel gebeurde. Maar raakte de bal iets verkeerd doordat hij toch een beetje lichtelijk over de doel van AS Monaco viel. Over het dak van het huis van Lecomte. Nog 10 minuten op de klok. Een 2-0 achterstand voor AZ. Moet er toch wel snel een kooltje komen om nog iets kunnen te betekenen. Of twee snel achter elkaar. Maar we gaan het zien. Hier ben weer aan de bal. Laat zich nu een beetje zakken. Gaat AZ nu druk zetten. Dat is ook interessant. Aan de slot die wat aanwijzingen geeft. Aan Idrissi, Reinders en Amoklal in dit geval. Hokkon Evjen kan de bal zo opvangen. Kenzo Goudmijn. Wijndal die mee opstampt. Maar weer zit daar Aguilar tussen. Die snijdt Idrissi aardig af de hele tijd, Aguilar. Weinig in balbezit, Idrissi. Zorgde wel voor het enige schot op doel voor rust. Svensson behendig. Maar het is Golovin die belangrijk is voor Monaco. Scoorde de openingstreffer na 21 minuten. En bij de 2-0 in minuut 74 was hij verantwoordelijk voor het schot. Dat Bizot tot de redding dwong. Maar uiteindelijk de rebound ingetikt door Ben Yedder. En de volgende wissel staat klaar. Enzo Milit. Oh, goed hoor. Hierzo. Oh, en dan gele kaart voor Aguilar. Is dat Aguilar? Oh nee, dat is Tchouaméni. Tchouaméni. Ben wordt gewisseld. Zonde.
voor de nummer 38, dat is Enzo Milo. Ben jij daar die de aanvoerdersband doet aan Tchouaméni? En daar de komst van de 18-jarige Enzo Milo, speler van het onder 19 team van Monaco. En speler ook van Franse Jeugd International. Hij dus voor Ben Yedder. Reinders niet tot bij Abu Ghraib. Lecomte heeft tot nu toe weinig hoeven doen vandaag. Helaas. Heeft een heerlijke uittrap. Doet me denken aan de tijden dat Sergio Romero de doelman was in Alkmaar. Zuid-Amerikaan, de Argentijn, die ook befaamd stond om zijn enorme uittrappen. De volley waarmee hij halverwege de helft van de tegenstander de bal op de stropdas kon leggen. Heeft overigens ook nog bij Monaco gespeeld. Of beter gezegd bank gezeten achter Subasic. De keeper die afgelopen zomer is vertrokken. Was vorig jaar al tweede keeper achter de Conte. Maar hij heeft daar lang gespeeld. Goudmijn verliest daar de bal aan Chatli. Ja, nog 6 minuten en dan ga jij ondertussen kijken hoe je Ben Ketzer kan vangen natuurlijk voor een vrees ook handtekening. Ja? Is hij al weg? Of dan moet je snel naar beneden rennen. Ja, ik weet niet waar hij heen gaat. Hij gaat hier op de tribune zitten. Dat zou gunstig zijn. Ik zou zeggen, sla je slag. Nu het nog kan. Ja. Goudmijn. Abu Ghraib. Lecomte. Maar het is de bal. Evian daar in het duel. En Lecomte ligt op de grond. De doelman die de afgelopen jaren bij al zijn clubs eerste keeper is geweest. Geen wedstrijd gemist. Vorig jaar niet bij Monaco. De 2 jaar daarvoor niet bij Montpellier. De 3 jaar daarvoor niet bij Lorient. Maar hij had het eerste keus was Dion. Is hij ook nog verhuurd aan geweest. Maar het lijkt te gaan met doelman met rug nummer 40. Maar hij is toch echt de nummer 1 van Monaco. Chatli, nu meer in de spits spelend, alhoewel nu de bal komt ophalen. Met het inbrengen van Milo, die naar rechts buiten is gegaan. Toen hij in is gekomen voor Ben Yedder. Aguilar. Goed druk zetten van Wijndal op die 18-jarige invaller. Wat kan AZ nog die laatste 4 minuten? Wijndal op Enzo Milo. Been bij Evian. Heb ik jouw zegen om hem zo even lastig te vallen? Voordat hij dadelijk weggaat? Ja, zeker. Ja? Als jij nog een slotwoordje wil... Ik heb af en toe absoluut wel een slotwoord. Want? Slotwoord hoort bij Frank van der Slot. Natuurlijk. Frank van der Slot, uiteraard. Het slotwoord. Nou mensen, het was mij een waar genoegen. Laat ik daar al eens beginnen. Het is jammer dat het waarschijnlijk een 2-0 nederlaag wordt. Mocht de stand hierin eindigen. Ik ga even mijn droom achterna. Mensen zeggen wel eens nooit je idool ontmoeten. Nou, we gaan erachter komen of het waar is wat ze zeggen. Terwijl we hier nog een aanval zien van Abu Ghraib, de invaller. En de overtreding. Naar de grond gebracht door Badiassil. Ik denk dat ik gewoon een poging ga wagen. Mensen? Ja, Frank bedankt. Jullie bedankt. Vergeet je shirt niet. Ik ga mijn shirt niet vergeten. Oh, die moet ik zo nog even vanaf halen. Ja. Terwijl bij Monaco 2 wisselspelers klaarstaan. Strahinja Pavlovic
en Eliot Matazo. Maar eerst deze vrije trap meenemen, want dit is een serieuze mogelijkheid voor AZ om vlak voor tijd in ieder geval de eer te redden met Koopmeiners. Leeuwin voor het doel bij de tweede paal om binnen te koppen. Wordt dat ook de strategie? Koopmeiners in ene! Nou, Leconte wordt tot een redding gedwongen. Goede vrije trap van Koopmeiners. Lastige hoek, maar Leconte tot een redding gedwongen. Daar een hoekschop. Idrissi. En Koopmeiners zo het stadion uit. Als hij hem goed raakt. Nog voor de laatste anderhalf minuut. Pavlovic. En dus Matazo, twee andere jeugdspelers van Monaco die nog hun entree mogen maken hier in Alkmaar. Zet hem op, Frank. Gaat zijn poging wagen om van Ben Yedder, oftewel zijn Ben Ketzer, lieve mensen, wat op te nemen. Content en een handtekening te scoren. Golovin, hij de belangrijke man, is naar de kant. Scoorde dus en was ook betrokken bij die tweede goal. En daar ook Fofana, de jonge middenvelder. De enige die een gele kaart wist te pakken vandaag. Hij ook van het veld voor de laatste stuiptrekkingen van de wedstrijd tussen AZ en de Monegasken. Die op revanche gaan voor vorig seizoen. Teleurstellende negende positie. En vandaag komen ze goed voor de dag. Die zullen dit jaar onder de nieuwe trainer Niko Kovac ongetwijfeld weer aansluiten bij de top AS Monaco. Volgende week dus de eerste wedstrijd op zondag 23 augustus. Krijgen ze Stade Reims op bezoek. En AZ mag natuurlijk woensdag de 26e over anderhalve week om 17:30 hier aftrappen tegen Victoria Pilsen. Die belangrijke wedstrijd. Maar eerst volgende week donderdag nog om 16:30 oefenen tegen Fortuna Sittard. Alles om er te staan op de 26e. Goud mij terug op Koopmeiners. Wijndal, Idrissi met de actie. Maar Wijndal speelt hem terug. Dan staat er 90 minuten op de klok. Arbiter Kevin Putz kijkt naar zijn horloge. Wijndal, nog één keer. AZ ten aanval. Maar ook deze strand. Goed ingrijpen van Di Sassi. De debutant aan de kant van Monaco. De miljoen aankoop. Die staande is gehouden. Heeft Boadu uit de wedstrijd weten te spelen. Koopmeiners. Komt er nog een kansje voor AZ? Idrissi. Milo in de achtervolging. Maar daar is Tsouameni. De aanvoerder. Na het vertrek van Ben Yedder. Milo. Even terug zo. Flink erin gekletst door Abouglal. Wijndal. Idrissi. Reinders wijst. Maar staat er tussen een aantal Monegasken in. Kan AZ nog één aanval breien. Leeuwin. Svensson, moeilijke bal. Maar ik wilde zeggen, kan hem wel controleren. Toch nog balverlies. Leeuwin. Koopmeiners, Idrissi met ruimte aan de linkerkant. Koopmeiners ziet deze optie. Svensson, voorzet daar aan Bouclaw. Maar krijgt de voet niet tegen de bal. En dan is de laatste kans verkeken. En verliest AZ dit vijfde oefenduel van de grootmacht in Frankrijk. De ploeg met ongelimiteerd aantal miljoenen te besteden zo'n beetje. Dus zo vreemd is het niet. Een nederlaag tegen Monaco. Maar er is werk aan de winkel voor AZ en Arne Slot. Want er wordt niet gescoord. Weinig gevaar gesticht. Ook niet uit de standaard situaties. De beste kans misschien nog wel zojuist vlak voor tijd. De vrije trap van Koopmeiners waarlijk komt tot de redding werd gedwongen. Idrissi met een schotje voor rust. En een keer heel goed druk zetten van
Boadu en De Wit vlak na de rust. Maar tot veel meer wapenfeiten is het elftal van Arne Slot niet gekomen. Zo anderhalve week voor de wedstrijd tegen Victoria Pilsen. Volgende week gaat AZ dus nog oefenen. Donderdag 20 augustus om 16:30 tegen Fortuna Sittard. Ik zou zeggen, abonneer je op het YouTube kanaal. Het is gratis en voor niets. En je blijft op de hoogte van die wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maar ook uiteraard de interviews zometeen na afloop met Arne Slot. Wat hij van de wedstrijd vond. En uiteraard ook een andere speler. Het zit er hierop in zonnig Alkmaar. Waar AZ met 0-2 verliest van Monaco. Doelpunt in de 21ste minuut van Russisch international Golovin. En een kwartier voor tijd was het Ben Yedder in de rebound. Op een schot van Golovin die in eerste instantie werd gepakt door Bizot. Maar Ben Yedder stond op de juiste plek. AZ verliest met 0-2. Dank voor het kijken en geniet van de avond.